Wat zeg je? Ik heb nog geen koptelefoon. Je hebt de koptelefoon op je hoofd. Kijk, hij zit gewoon nog niet ingevlucht. Yes. Sorry. Het is echt ongekend. Het is, je hoort het en alles. Het is weer bijna tijd voor Partij voor de Vrijdag. En we gaan zo meteen ook weer op NPO 1 Extra Weiland. Heb je er zin in, Rob? Ik heb er zeker zin in. Heerlijk. Zijn we wakker lied? Ja, ik ben er en ik hoor jullie. Cameraman Vince. Hi. Hi. Wouter uit Tilburg, die zit voor ons klaar. Die gaat weer de omroeper zijn op NPO 1 Extra. Daar zijn we ook te zien. En die gaat gewoon over 10 seconden beginnen. En dan zijn we ook meteen op televisie. Dus geniet ervan. En voor iedereen op de radio, je kunt ook gewoon natuurlijk naar luisteren. Net zo makkelijk. Het is multifunctioneel. Gaan we, jongens. Veel plezier. Veel plezier. Yes, gaan we. Dus. De avond. Bij de Avrotros op NPO 1 Extra en Hilversum 3... gaat u kijken en luisteren naar een uitzending van Partij voor de Vrijdag. Gepresenteerd door Rob van de Radio en Wijnand Speelman. Samen met commissaris Liedeke, cameraman Vince, Tinus de technicus en Wijnands hondje Alfie... wordt het tot 10 uur weer één groot circus. Namens mijzelf en de gehele NPO wens ik u de komende 3 uur veel plezier en succes. En onthoud, dit programma is niet alleen om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. /omroeper. Kun je gewoon een filmpje insturen. 3FM. Hij is Wijnand Speelman. En tegenover mij zit niemand minder dan Rob van de Radio. Dit radioprogramma is niet alleen maar om te luisteren, maar ook om te kijken. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Ook te zien op NPO 1 Extra. Avrotros. De centrale organisatie achter de gereformeerde gemeente... legt het kabinetsverzoek om na 5 uur geen kerkdiensten te houden... naast zich neer. Nee, want zegt die kerk, wij zijn essentieel om niet door te gaan. Daar boeien wij te veel. De horeca, de winkels, die denken zeker hoe. God, Jezus, Christus, Jozef, Maria op een houtvol nog aan toe. Het is door God geklaagd. De week is om, het werk is weer gedaan. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Kijk, gevaccineerden worden voorgetrokken, maar gelovigen, hè? Kom aan! De week is om, het weekend komt eraan. Zanger Arie Ribbens, bekend van de nummers Brabantse Nachten zijn lang... en Polonaise Hollandaise, is vandaag overleden. Dat is wel erg jammer, dat die is heen gegaan. Op zijn muziek is menig pils de leiding doorgegaan. Als je van carnaval houdt, is dit een zware dag. Maar weet wel dat je daarboven Polonaise lopen mag. Ook na 5 uur. De week is om, het werk is weer gedaan. Ja, God hebben ze ziel. Maandag, dat is maandag, pas het weekend komt eraan. Ik zet vanavond nagedachtenis een pilsje voor het raam. Ja. De week is om, het weekend komt eraan. We gaan weer vooruit uit en de frietbal die we gaan. Het is weekend! De week is om, het weekend komt eraan. Nou, 7:07 precies. Nou, het is op de kop af, 7:07. Commissaris Liedeke, het weekend. Ja. Het zou er moeten zijn, we zijn er met z'n allen aan toe op... Even kijken. Ja, ik zie ja! Ja, is die er? Ja, ik zie ja! Middle Station en Shake It. Sorry, die kun je alleen maar zo afkondigen. Wat een knalplaat. Heerlijk, ongekend he? Uit 2009. 2000 dingetje, geen idee. 2009. Ja, mooi. En daarvoor nog Koens, Lipstick. Ik vind dat een enorme knaller. Ja, heeft het niet gehaald trouwens, hè? Wat? Wat zeg je nou? Is hij dood? Sorry. Die plaat overleden? Wat? Lieve mensen... We zijn vandaag aan weet. Nee. Ja, wat is na 5 maar gewoon? Song van het jaar, de top 100 van 2021 heeft niet gehaald. Nee. Koens overigens wel met Never Going Home, maar deze Lipstick kwam denk ik net te laat. Ja, dat is ook van Koens, maar dan die Lipstick. Ja, precies. Dus Koens wel. Ja. Welke plek? Never Going Home? Never Going Home. Oh. Ergens. Nee, maar ik heb niet zo geluisterd dat ik echt meeschrijf. Schrijf jij mee met die lijst? Dat je weet van... Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Nummer 94. Nu volgt een programma in de zendtijd voor ludieke partijen. Sorry, moest wel ver komen, maar een beetje laat. Maar... Goedenavond, 7:14. Hij is Wijnand Spilman. Zijn naam op van de radio. En zij is commissaris Liedeke. Hallo. Cameraman Vince. Hoi. En invalteam is technicus Patrick. Oh, ik had een load basic gedaan. Hij gaat nu hallo zeggen. Dan komt hij. Niemand weet waar ik het over heb. Daar gaat hij. Ja, ja, hallo, hallo. Ja, hij is daar. Test, ja. En dat komt technisch gewoon helemaal goed, toch? Dat doet u wel. Ik kan niks beloven voor de toekomst, maar... Zo vast hebben we het. Nou. Dit komt helemaal goed, ik hoor het al uit. De weekend staat weer voor je deur. Laat het erin. Dat is op, joh. Rob en Wijnand, geen gezeur. Die hebben altijd zin. Kom maar. Op vrijdag ben jij bij 3FM van de partij. Want de partij, dat ben jij. Bel jij met de Random Reader, Patrick? Bel ik met de Random Reader? Zo, hoor. Ik ga daar even uitleggen hoe die werkt. Fijn weekend. Dat is goed. Hoi. Jouw vrijdag ben jij. Bij 3FM van de partij. Want de partij, dat ben jij. Oh, ja, zeker. Als jij in het Bel Me Wel register wil, dan moet je even een appje sturen via de gratis app van 3FM. Wijnand Spilman. Rob van de radio. Jij hebt mij helemaal gek gemaakt deze week door te zeggen... ik wil graag heel veel kerstmuziek in het programma. Zoveel mogelijk. Ik was van de week in de Blokker, ik was in de Albert Heijn... ik was in de C1000, ik was in de Plus. En overal was het kerst, dus ik dacht... ja, we gaan hem lekker volgooien in die playlist. Maar ik ben gewoon Sinterklaas-nerd... dus daar gaat hier gewoon niet de hele tijd kerstmuziek in voor 6 december. Dat is geweest, aangevangen. Niet gelogen, ik had zo'n ruzie met hem van de week... want hij was echt een beetje, nee, dit gaat niet gebeuren. Ik zeg, nee, we gaan gewoon niet nu de hele tijd kerst... we kunnen af en toe een keer kerstplaatje draaien... maar niet nu volle bak ineens. Nee, er is commissie kerstmuziek. Ja. Die zegt inderdaad ook pas na 6 december. Maar... Oh. 1 plaatje per programma is toegestaan. Nou, Wijnand, het is jouw leuk idee. Maar ik weet niet of jij in het draaiboek hebt gekeken. Meestal niet. Ik heb voor jou een plaatje geselecteerd. En die is sinds vanochtend vers uit. Oh, maar dit is wel een dingetje. Ja, dus als jij een kerstfanaticus bent... geniet dan mee met Wijnand Spilman en Ed Sheeran en Elton John. Merry Christmas. Build a fire and gather round the tree. Merry Christmas time. Zin ik al goed? Ed Sheeran en Elton John en... Merry Christmas! Wijnand, wat zie je eruit? Nou, ik bedacht me in één keer dat wij hier een soort van hok hebben... met allemaal Partij voor de Vrijdag spullen. En onze Partij voor de Vrijdag kerstversiering. Ja. Die doos, die weet ik natuurlijk te vinden. Het is voor kerst. Komt hier in de studio in. Er is een piek gesneuveld. Ik heb hier het puntje van de piek. Ja, te vroeg gepiekt. Helemaal kapot. Zijn niet jouw spullen, hè? Is gewoon allemaal duur. En, het belangrijkste vind ik... er zit, ik denk sowieso glitters... maar misschien ook wel glassen met drinken. Ach ja, joh. En moet ik nieuw drinken. Oh, moet ik even nieuw drinken voor jou halen? Dat zou wel even lekker zijn. Zometeen. Hé, maar dat die piekstuk is... Danny de Munkel zegt, is even lekker, toch? Dat die piekstukkers maakt niet uit. Want wie doet er nou nog een piek op een boom? Toch? Nou, ongeveer 90% van iedereen. Nee, joh. Doen de mensen nog pieken op bomen? Wat is dat dan een rubberkip? Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Sinds wanneer is dat niet meer woke? Nee, ja, dit is van huis uit deden we dat al niet. Want dan moet je het topje van de boom afknippen. Ja, een stuk kaas van de kerstman. Ja, nou en... Heilige aarde, een stuk kaas. 3FM. Partij voor de Vrijdag. Wat deden jullie dan? Ging jouw moeder daar 3 weken op zitten? Maar als ons moeder. Ja, daar is ze. Kijk eens omhoog. Goedenavond. Ja, zo deden we dat. Zag je alleen nog maar de stam? Hebben jullie dit jaar geen boom? Jawel. Vrijdagavond. Jawel, hebben wel een boom. Dat is een lang verhaal. Het weekend van de rem. Hebben jullie nog een piek wat oude mensen? We zijn begonnen. Laat ze lekker. Rob en Wijnand. Op 3FM. Oh god, heerlijk. Rob en Wijnand. Op 3FM. Daar komen kerstballen dus vandaan. Ja. Op 3FM. Ik weet dat jullie doen, maar ik zit het hele jaar met mijn ster op de boom. Hallo, dit gaat over mijn moeder, hè? Ja, daar moet je niet over beginnen. Goedenavond. Ik ga naar huis. Nee. Zometeen meer over 3fm.nl/ van de partij voor Serious Request. Oh ja, leuk. Ja. Over kerst gesproken, heerlijk zeg. Joan Jett is hier. I love rock'n'roll. Chesto, Karol G en Don't Be Shy. Moet hij ook zo afgekomen worden? Ja, toch? Chesto. Chesto kun je zeggen. Nou, was Chesto. Tisto. Tisto. En Karol G en Don't Be She. Karol G? In het echt heet hij Thijs. In het echt heet hij Karel Jon. Hallo met Karel. Hé hey, jongens. Liedeke. Vinden jullie het niet spannend? Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Hallo. Heb jij het over? Vinden jullie het niet spannend? Ik vind het inderdaad niet spannend. Nee? Nee. Nee, Wijnand ook niet? Ik weet niet wat je vanavond weer van plan bent, Lied. Maar tot dusver vind ik het nog niet echt spannend. Oh. Nou, wat is er dan? Ik denk... Oh, Lied. Ik weet eigenlijk wel zeker... Oh, oh. Dat ik vandaag de enige ben... die weet wat er in het koffertje zit. Oh. Maar niet helemaal. Hè? Ja, oké. Ik moest van iemand iets in het koffertje doen. Ik weet niet precies wat erin zit. Wat? Maar ik wil het alvast even... Wat is het dan? Openmaken. Waar kwam diegene vandaan dan? Nee, dat kwam gewoon ergens binnen. En dat moest ik in het koffertje doen. Het kwam ergens binnen? Het kwam ergens binnen. Zonder kloppen? Zonder kloppen, ja. Ik ga binnen! Ik dacht vroeger altijd die zong... zij kwam binnen zonder klompen. Ja, maar echt. Serieus. Daar ga je nooit meer anders horen. Ergens op een boerenbedrijf. Ja. Zonder jullie klompen! Ja, ze kwam binnen zonder klompen. Ja, serieus. Ik hoor een deur. Ik hoor een deur. Open en dicht gaan. Open en dicht gaan. Ik hoor het kraken van een tree. Ja, het kraken van een tree. Ja, en ergens een koe in de verte. En al mijn hoop. Doe je plaat toch aan. Ja. Is op de deurknop. De dijk. Die gaat naar buiten. Komt ze binnen zonder klompen. Ze komt binnen zonder klompen. Ze kwam binnen zonder klompen. En als ze binnenkomt zonder klompen, dan weet je wel hoe laat het is. Hè? Maar het is ook goed dan als het alles vies natuurlijk. Ja, ze kwam binnen. Goed. Maar tot volgende week. Nee, wat zei het nou? Nee, ik weet dus al ongeveer wat er in het koffertje zit. Maar ik dacht... Oh, iemand was bij jou binnengekomen? Ja, of je was ergens binnengekomen? Zonder klompen? Ja, er is iets bij mij binnengekomen en dat heb ik in het koffertje gestopt. Het is alleen verpakt, ik weet niet precies wat erin zit. Maar ja, nou, het is heel vaag. Laten we hem nu dan alvast maar openmaken, dan zijn we daar vanaf. Vind ik ook. Laat maar doen. Nee. Vind ik ook wel. Ja, en nu ook omdat ik zelf niet weet wat erin zit. Nee, maar dat is heel gek. Benieuwd. Nee, maar dit is heel gek. Hoezo? Om dan... altijd te zeggen, 8:30 is 8:30. Mm-hmm. En dan nu in één keer zit... Nee, zonder een bevestigde regel. Dit is 2 tegen 1. Het is, ja, daarom, het is heel simpel. Het is 2 tegen 1. 2 voor, 1 tegen. En uiteindelijk moeten wij unaniem zijn... willen wij binnen Partij voor de Vrijdag... VOF, Partij voor de Vrijdag... zo'n beslissing maken. Ja. Want we zijn alle drie aandeelhouder. En als het dus niet met een meerderheid... een volledige meerderheid is, dan... Hè? Iedereen moet het zo vinden. Oké, 8:30 dan. Nog een uur. En dan gaat het koffertje van de radio open. Het staat op tafel hier. 3fm.nl/live of gewoon 96.8fm. En voordat we naar de open weekendlijn gaan, Liedeke. Ja. Is het tijd om even te kijken hoe het gaat met onze Serious Request actie. Over koffertjes openmaken gesproken. Ja, hoezo? Geldbedragen. Oh, hè? Geldbedragen? Ja. Koffertjes openmaken. Oh, zo, koffertjes openmaken. Koffertje openmaken, wow, ja. Linda de Mol. Ja. Ja. Ik heb hem. We zijn een actie gestart, 3fm.nl/van de partij. Dan kun je in de studio komen en meedoen aan dit programma. En tenminste, als je €5 doneert voor het Wereld Natuurfonds... omdat we geld op gaan halen tegen de ontbossing... en om die bossen te beschermen en te behouden. Je bent trouwens net terug uit Brazilië vorige week. Geen woord over gehad, dat was omdat de Sinterklaasaflevering was. Leuk die interesse. Ja, hoe was het daar? Van je collega's moet je het hebben. Het was fantastisch. Het was heel bijzonder om mee te maken... en vooral om het werk van het Wereld Natuurfonds te zien. En te zien dus waar dat geld naartoe gaat... en hoe goed dat daar te gebruiken is. Die reportages die volgen komende week allemaal. Ja. Maar we zijn dus met een actie bezig. Wij ook als partij om geld in te zamelen. Voor €5 koop je een loodje. En al die loodjes die komen dan in een grote... trommel, en daar gaan we een loodje uittrekken. En dan mag je bij ons in de studio zijn een keer tijdens Partij voor de Vrijdag. Dus jouw loodje, als jouw naam op dat loodje staat. Vorige week gingen we uit elkaar, was het €1.400, €1.500? Zoiets. Wat is de teller op 3fm.nl/van de partij, Liedeke? €2.011. Wat goed, dat is ook gewoon al binnen, hè? is toch niet normaal? Ja, dat is gewoon opgehaald voor het Wereld Natuurfonds. Voor 3FM Serious Request. Het Glazenhuis gaat door. Staat in Amersfoort de week voor kerst. Maar er kan gewoon meer geld bij. Ja hoor, 3fm.nl/vandepartij. Ik vind wel dat we dit in ieder geval voor het eind van deze uitzending even tot 2500 moeten brengen. Ja. Dat toch? Zou lijp zijn. Zeker. Geef €5 bij. Geef gewoon €5 is gewoon prima. En als je dat niet hebt, wordt gewoon gewaardeerd. Helemaal geen probleem. En als je denkt, god, kan ik missen? Voor het goede doel. Het treft ons allemaal, jij en ik. Want we zitten met z'n allen in de broeikast. Niet alleen de DJ's van 3FM Serious Request. Dus geef via 3fm.nl/vandepartij. Maak je ook nog eens kans per €5. Een loodje om in de studio te zijn. Voor de duidelijkheid, als je dus 100 koopt, €100 doneert, dan krijg je er dus 20. Als dat zo inderdaad het hoofdrekenwerk is, nou, ja. Ja. Zit jij nou gelijk je rekenmachine erbij te pakken? Dit meen je toch niet? 100 gedeeld door 5. Ja, dat is 20. Dat weet je ja, klopt. Meen je dit niet? Wacht even checken. Ik lach, maar ik kom er goed voor. Zo. De Open Weekendlijn. Goedenavond. Dat hij weer open is. Hè? Je weet van tevoren nooit wie het kan zijn. Dat is ongeveer het enige dat nog open is. Na 5 uur sowieso. Ja. Oh, je kunt nog een half uur naar de supermarkt. En daarna staat ook dicht. Oh ja, 8 uur hè. En dan is dit programma nog het enige dat open is. Dus laat je horen. 0909. 0909. 1336. 1336. 0909. 1336. Kom op en bel. Gewoon naar dat nummer. Kabel zit in de knoop. Wat is er? Doet hij het wel? Nee, de stekker is eruit. Maar ik moet hem even snel voordat we gaan beginnen inprikken, want anders... Dan doet hij... Ja, hij staat in de knoop. Dus ondertussen gewoon de tijd om te bellen hè, met 0909-1336, weekendplannen, escapades of andere mededelingen. 0909-1336. Ja, hij zit erin. Zo. Hallo, goedenavond, vrijdagavond met Rob en Wijnand. Rob en Wijnand! Hoi, met Marloes. Hey Marloes. Hey Marloes. Hi. Hi. Hoe gaat het? Ja. Ik bel eventjes, want ik ben het eigenlijk met Liedeke eens wat betreft die piek. Wat fijn. Ik vind het altijd zo fijn als mensen het met mij eens zijn. Ik wil het eigenlijk een keer niet over corona hebben als je het niet erg vindt. Nee, maar niet over die piek. Wij hebben namelijk ook geen piek. Jullie hebben geen piek op de boom? Nee. De boom staat al dus? Ja, de boom staat bij mij het liefst het hele jaar. Maar dat mag niet van mijn vriend. Ja, mijn boom staat ook het liefst het hele jaar, Marloes. Maar, is het de kerstboom of ben je gewoon blij met te zien? Hey Marloes. En wat hebben jullie dan bovenop de kerstboom? Nou, een hele mooie, glimmende, gele kerstbanaan. Huh? Sorry, ik dacht even dat je zei kerstbanaan. Ik zei kerstbanaan. Kerstbanaan? Een kerstbanaan. Een kerstbanaan? Ja, een kerstbanaan. Jullie hebben bovenop de kerstboom een kerstbanaan? Ja, een kerstbanaan. Een kerstbanaan. En ja, is het een... Hey Marloes. Is dat een echte banaan? Nee, dat is geen echte banaan. Nou, ik zou hem niet opeten. Ik denk dat je dan een beetje hetzelfde scenario krijgt als met dat glas in jouw drinken. Ja, precies. Jij kijkt verbaasd, Liedeke, want jij dacht dat ze de echte banaan op de boom hadden 5 weken lang. Ja, dat lijkt me niet een goed idee. Ja, nee, dat wordt een beetje smerig, denk ik. Nee, nee, het is geen echte banaan. Hij glimt, hij is van glitter en zo. Weet je zeker dat het banaan is? Weet je zeker dat de banaan is, Marloes? Marloes. Wat? Hé, Marloes. Hé, Marloes. Hé, Marloes. Weet je zeker dat het een banaan is? En dat hij niet de hele jaar door in je nachtkastje heeft gelegen. Dingen die door elkaar aan. Hé, hey, dit is onze kerstboom. Ja, hij maakt ook trillende geluiden en zo. Ja, precies. Oh, jullie hebben zo'n dansende kerstboom gekocht. Nee, dat is een lang verhaal. Dat is een kerstbanaan. Nou. Koffie? Maar omschrijf hem eens. Het is dus gewoon de vorm van een banaan even groot als een normale banaan met glitters. Nee, het heeft de vorm van een peer. Ze noemen het de kerstbanaan. Dat is een beetje een verwarrend verhaal. Ga door. Laat je niet afleiden, Marloes. Nou ja, het is inderdaad een mooie, langwerpige, kromme, glitterende, gele kerstbanaan. Gewoon puberaal om hier weer om te lachen, zeg. Nou. Wat leuk. En waarom hebben jullie geen ster of een piek? Nou, dat is heel simpel. We hadden die gewoon nog niet. En toen kreeg ik heel lief van mijn schoonzusje een hele mooie kerstbal in de vorm van een banaan. Dus uit Londen helemaal, omdat zij wist dat ik zo'n kerstfreak was. Ja. En toen dacht ik, nou dat is hartstikke mooi. Weet je wat, die doen we gewoon lekker boven aan de boom. En sindsdien is het onze traditie. Maar die kerstbal... die heeft een hangertje aan de bovenkant en de piek moet een gat aan de onderkant hebben. Hoe werkt dit dan? Hij hangt dus ook altijd aan het... Je hebt dan altijd zo'n dingetje die je omhoog steekt, boven die boom, die top, zeg maar. De top. Daar maken we hem eigenlijk aan vast en dan hangt hij zeg maar langs dat top van je. Oh, hij hangt een beetje schuin aan de top. Ja. Hé, dat is toch niet mooi? Jawel, okay. dat is, het gaat om het gevoel Het gaat om de emotie, zeg ik wel. Precies. Dus als die glimmende banaan jullie een prettige kerstdag kan bezorgen... wie ben ik dan? Een hele prettige kerstdagen. Zo, zeg dat. De ballen, zou ik willen zeggen, Marloes. En bedankt voor bellen. Ja, maak er een mooie avond van. Niet te vroeg pieken, zou ik zeggen. Doei! Doei! 0909-1336, Partij voor de Vrijdag. Rob, Wijnand, commissaris Liedeke en... Hallo Pascal. Dag Pascal. Hi. Hallo. Ik dacht ik hoor een bekende stem op de radio. Ja, kennen wij elkaar? Nou, nee, jullie technicus, Patrick. Oh. Wat nou weer, Patrick? Oh, zul je hem net hebben? Patrick. Ja, hallo. Het gaat over jou? Het gaat over mij, ik hoor het. Patrick, Pascal. Jullie kennen elkaar? Het schijnt zo. Pascal? Waar ken ik jou van? Ja, hallo Patrick. Hey, ex-collega. Gezellig man. Oh. Nou. Ik dacht al, ik hoor een bekende stem. Wat leuk zeg. En jullie hebben al gewerkt bij technische spulletjes allemaal? Waarschijnlijk. We hebben bij NEP denk ik, hè? Ja, mag het gezegd? Ja, maar prima. Ja. Okay. Mensen hebben toch echt geen idee waar het gaat. Waren jullie gewoon collega's of meer dan collega's? Daar laat ik me niet over uit. Kijk, ik zie zo de kerstbanaan voorbij schuiven hier. En verder nog iets te melden, Pascal? Ja, fijn weekend wou ik jullie wensen. Oh ja, Pascal. Dat mag. Nou, fijn weekend. Dankjewel. 0909-1336, je spreekt met Rob en Wijnand. Rob en Wijnand! Hallo, met Jules. Hey, Jules! Hey, Jules! Hey. Dat is lang geleden. Ja, inderdaad. Vorige week, hè? Ja. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja. Waar bel je voor? Gewoon gezellig. Kom je weer een Disney-film pluggen? Ja. Wat vind je nog meer een kutfilm? Wat zeg je? Wat vind je nog meer een kutfilm? Vraag je aan wie vraag je dat? Aan Rob. Ja. Welke meer een kutfilm vind? Ik vind... Welke heb ik nou pas gekeken met mijn vriendin? Was een kerstfilm. Dat was echt helemaal kut. Je moet niet naar mij kijken als het gaat om films, Rob. Nee, dat is waar ook. Maar ik zit een beetje na te denken. Stop de muziek. Het was een vrouw. En die vond de baan stom. En toen ging ze wisselen met een huis in Amerika. Zij kwam uit Engeland en die uit Amerika die vond haar baan ook stom. En de leven. En toen ging ze dan in Engeland. En uit Engeland ging dan in Amerika. En toen kwamen ze achter dat ze allebei toch ook niet daar tevreden over waren. Toen gingen ze hun leven heel erg meer waarderen. Lion King? Nee, niet Lion King. Weet je het ligt echt op het puntje van mijn tong. Wat kut, hoe heet hij nou ook weer? Mulan? Nee. Ja, Mulan was het. Oh, wat naar. Nee, en zij ging dan helemaal... En dan was er ex en dan was dan de broer. En toen uiteindelijk had zij dan met die broer... Want die was dan toevallig in Engeland. Bella en het Beest? God, hoe is dat nou ook weer? Oh, er belde iemand. Oh, die heeft weer opgehangen. Nou, dat is ook zo. Jules, weet je het al? Nee, ik weet het ook niet. Weet je het? Ik weet het. Oh. The Holiday. Ja, The Holiday. The Holiday. Met Cameron Diaz. Ja, Cameron Diaz. God. Ik ben er, eindelijk. Nou, heb je die gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ja, ik vind die dus heerlijk. Nee, moest het per se een Disney-film zijn, Jules? Nou, hoeft niet per se. Oh, nou, dan zijn we eruit. Nee, het was dus The Holiday. Ja, verschrikkelijk. Er belt nog iemand. Hallo, met de radio. Wat betreft de piek... Ja. Ik heb ook geen piek op mijn boom. Joh, wacht, ga ik eerst de kinderen ophangen. Jules. Doei. Bedankt. En een fijn weekend, hè? Fijn weekend. Dag, Jules. Doei, bedankt voor bellen. Met wie spreken wij? Met Kai. Kai. Welke Kai? Voor de duidelijkheid. Just checking. Uit Breda. Ja, precies. Verhuisd, hoor. Wat kunnen we voor je doen? Ik heb ook geen piek op mijn boom. Nou, dat zei je al, ja. En nu? Nou ja, ik ben het met Lieneke eens. Er hoeft geen piek op je boom. Nee, wat heb je dan op je boom? Wat zeg je? Wat heb je dan op je boom? Ik heb helemaal geen boom. Doet het allemaal kip? Oh ja, kip. Ja, welke kip? Kip in dat balletje. Kip in dat balletje, doet u die dan maar. Die hebben we niet. Wat heeft u dan voor kip? We hebben helemaal geen kip. Ik heb de hele week gewerkt. Hey, Kai, bedankt. Graag gedaan. Hier staat ik het niet gemerkt. Kijk, fijn weekend. Kijk jezelf. Maar nu is het begonnen. Ah, oh, heerlijk. Ik ruik die derde naam al. Ik stap de deur uit en ik ga het weekend. Het weekend achterna. Voor je klaar. Ai, een paling. Lekker. And this is more than I like. Het is midden in Justin Bieber. And if you can't be near. Wordt gebeld trouwens. Ja, dat zeg ik. Ja. Ik hoor het nu pas. Ghost, Justin Bieber op 3FM Partij voor de Vrijdag. Hallo, Rob en Wijnand. Hallo, Robby. Hi. Is er hier met Sinterklaas? Sinterklaasje. Wat? Hè? Sinterklaasje. Dat ben je niet. Sinterklaasje. Jawel. Sinterklaas. Aan de telefoon. Hey. Sinterklaas. Dinges. Ook met Wijnand, hè? Hallo. Ja, hoi Wijnand. Rob en Wijnand. Dag Sinterklaas. Hoe gaat het met u? Ja, goed. Wat bijzonder dat u al speelt. Ja, wat fijn dat u belt. Ja, het staat in mijn boek, hè? Ja, u bent bijzonder goed gemunst vanavond. Ja. En een paar jaartjes jonger misschien wel, Sinterklaas. Ja. Waar belt u vandaan, Sint? Wat vraagt u? Waar belt u vandaan? Rustig. Uit België. Oh, uit België? Hé? Wat doet u in België? Ja, ik moet ook voor die Belgen zijn. Nou, u bent natuurlijk overal natuurlijk. Ja, precies. U spreekt zo te horen een aardig woordje over de grens. Buiten de postcode. Wat zeker? Precies. En hoe gaat het? Met dingen en allemaal? Ja, met mij gaat het goed. En met de Pieter gaat het ook heel goed. Ja, en waar is het paard in Jezus vredesnaam? Want het is al heel lang kwijt. Oh, zo snel. Dat zijn ze kwijt, ja. Sinterklaas. Ja, ons paard staat op de stal. Nee, daar staat hij dus niet. Nee, de laatste keer dat u keek, niet in ieder geval. Of heeft u een reservepaard misschien? Ja, we hebben een paard ons paard laten overkomen. Ja. Vanuit Spanje, hè? Ja. Oh, zo snel, hè? Precies, op zijn paardje. Oh, zo snel. Sinterklaas, u bent dus vandaag in België. Wanneer bent u weer in Nederland? En normaal is het morgen. Morgen. Oh, dat is fijn, want morgen is het 4 december. Heeft u 1 seconde, Sinterklaas? Hang u heel even in de wacht, ja? Ja, is goed hoor. Eén moment. Lilleke, is dit de echte Sinterklaas? Hij zegt van wel, toch? Ja, maar volgens mij is dit wel de echte, hoor. Is dit de echte Sinterklaas? Ja, dit is de echte Sinterklaas. Hey, stel even een testvraag waar die vorig jaar was. Toen was hij hier. Oh ja. Misschien is dat goed. Hallo Sinterklaas, daar zijn we weer. Ja. Hallo, zeg leuk dat we weer aan de lijn hebben nog. Waar was u vorig jaar rond dit tijdstip? Toen was ik in Nederland. Oh, en waar dan specifiek in Nederland? In Hilversum. In Hilversum? Oh, nee. Nou, maar waar in Hilversum? Bij de stek bij de instuif, hoezo? Hey, waar was u in Hilversum? Goh, dan moet ik even mijn boek openen, hoor. U weet niet meer waar u was in Hilversum. Was het op de Bergweg misschien? Ik kijk hier even naar mijn boek. Kijk maar even, geen rustig aan. Geen haast. Sint is op leeftijd natuurlijk. Die moet je ook de kosten. Natuurlijk ook gewoon de tijd. Ja. Bent u zover, Sint? Dus komt u dadelijk hier op de parkeerplaats allemaal nog maken. In Hilversum. En weet u nog precies waar in Hilversum? In de omgeving van jullie 3FM. Och, van ons 3FM? Van ons alle 3FM. Wat leuk, zeg. Maar ja, toen was ik al bij jullie langs geweest ooit. Ja, precies. En die gordijnen die u had, die heeft u verkocht, hè? Ja. Ja, precies. Ik hoor het. Terwijl u zelf ook nog wat om de nek heeft hangen meestal. Maar dat is dan niet genoeg om de ruimte goed te akoestiseren. Lieve Sint, heeft u afsluitend nog een mededeling voor iedereen die luistert en die uitkijkt naar 5 december? Ja hoor, ik wens iedereen een prettig Sinterklaasfeest. Kom maar. En het zou heel fijn zijn, zou ik een Partij van de Vrijdag button op mijn hoed mogen pinnen. Op uw hoed? Op mijn meter, ja. Muts! Wat? Mijter! Is het? Sinterklaas! Sinterklaas heeft ook een werkhoed natuurlijk, hè? Gewoon werkhoed! Die pet, hij heeft... Nee, pet! Nee! Nee, maar hij heeft... Affoei! Mijter! Nee, maar hij heeft... Mijter! Ik ben natuurlijk al op leeftijd, hè? Ja, ik hoor het. Werkmijter. Werkt in bedrijf. Mijter. Ja, pet niet, hoed ook niet. Okay. Sorry Sinterklaas, ik was heel even... natuurlijk even abuis. Ja, u was natuurlijk ook even abuis. Vrijdagavond, toch Sint? Hè? Ja. Ja, precies. Wij moeten door met het programma. Sinterklaas. Oké. Maar wij kunnen u melden... dat wij... u gaan verblijden voor uw verjaardag... met een Partij voor de Vrijdag button! Yeah! Hey. Waar gaat u hem... prikken? Hij komt mooi op mijn mijter. Op de mijter, hè? Op de mijter natuurlijk, want u heeft... Waar op de mijter? Ja, mooi op de bovenkant. Oh ja, dat is niet aan de binnenkant, want dan zie je hem niet, hè? Aan de onderkant van de mijter ga ik hem naar. Dag Sinterklaasje! Dag Sinterklaasje! Dag! Dag! Hi! Dag! Dag! Dag kindertjes! Hi! Oh, dat was wel een dingetje. Echt Sinterklaas aan de lijn. Het 2-categorieën-spel. Met Rob van de Radio. En Wijnand Speelman. En commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Die er, als ik het vraag, een zwengel aan gaat geven aan het 2-categorieën-spel Rad. Commissaris Liedeke. Ja. Gaan, hè? Daar gaat-ie. Zo, omdat die zat helemaal te schudden. Oeh, nee, normaal. Het is school geweest. Vanmorgen nog. Alsof er een kerstbanaan op zit. Wat zijn vandaag de 2 categorieën geworden waarmee we in de app van 3FM woordgrapjes gaan maken? En als je het leukste bent, win je de nieuwe poster van Partij voor de Vrijdag en iets uit de Grappelton. De categorieën zijn geworden... dingen in de kroeg en dieren. Dieren. Wauw. Dingen in de kroeg en dieren. Ja. Dingen in de kroeg en dieren. Nou, die twee dingen die gooi je dus in je hoofd. En als je dan iets leuks weet, dan stuur je het via de gratis app van 3FM. Deze kant op zie je zo'n spreekwolkje. En als je het leukste bent, dan mag je grappelen in de Grabbelton. En win je de nieuwe poster van Partij voor de Vrijdag met ons allemaal erop. En even voor mijn beleving, dat mag vanaf de bar tot het toilet... tot de hele drankvoorraad, tot de menukaart met alle snacks? Alles in de kroeg. Dingen in de kroeg en dieren. Ja, de raadlerslang. Raadlerslang. Raadlerslang, ja. Kroegtijger is fout, hè? Ja, dat is niet goed. Okay. Dat is al iets. Tapierbier. Tapierbier. Dat is de Efteling, toch? Tapierbier. Hallo. Dat is die gozer met die lange nek. Tapier. Nee. Wijnand is dus nog nooit in de Efteling geweest. Het is echt verschrikkelijk. Het is toch papierbier? Nee. Papier. Nee. Nee, dat is fout. Het is papier hier. Dat papier is uit de Efteling. Ik zei tapier. Maar het is tapier. Tapier. Ja. Meneer Rob, houdt u zich een beetje aan de regels? Ja, sorry. We moeten het niet te veel over dat pretpak hebben, want dan boete. Leuk, tapier. Ja. Tapier. Oh, tapier. Tapierbier. Oh, tapier. Ja, mooi. Ja, inderdaad. Mooi. Ja. Rob. Hoi. Ja, dingen in de kroeg en dieren. Oh, sorry. Dingen in de kroeg en dieren. Zoet en witte zwijn. Zie je eens gewoon. Dat kan wel leuk. Ja, die wel. Ja. Stuur maar een appje met de app van 3FM. Dat is gratis en kost even niks. En dat is gratis. Oh, dat zongen ze al. 3FM. Laat je horen. Sommieu. Is Tell Me Something Good van Ewan McVicker. 3FM Mega Hit. Tell me something good. Tell me that you love me, yeah. Hoezo ken je niet Spreek ik met de politie? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Cameraman Vince. Ja, meestal weet ik wel over wat voor... Dus ik doe net hier in de studio, spreek met de politie? Nee. Ik heb geen idee. Nee. Spreek ik met de politie? Ga je nu mij allemaal vertellen dat je het niet kent? Ik ken dit ook niet. Spreek ik met de politie? Ja. DJ Bonet. Ja. Spreek ik met de politie? Nee. Dit is de plaat. Ik dacht dat ik op gekke feestjes was geweest. Moet je horen hoe dit begint. Ja. Ja. Spreek ik met de politie? Nee. Nee. Ja, dit is een beetje oud, maar het is wel altijd, het blijft goed toch? Ik wist helemaal niet dat jouw vader ook muziek maakt. Goedenavond, het is vrijdagavond. We spelen een 2-categorie spel. En het is vandaag dingen in de kroeg en dieren. Ik heb een appje binnengekregen van Michiel. Spreek ik met de politie? Die komt met de Barmot. De? Barmot! Barmot! En bij het nieuws zit Hanneke van Zessen. Goedenavond. Zo, wat een takkenherrie. Ja, lekker hè. Het nieuws. Ja, iedereen die dat wil kan straks een extra coronaprik krijgen. NOS op 3. Ja. Dat is een andere ik vraag eventjes aan Suus tegenover me of ze de studio kan uitschakelen. Kun je even de muziek uitzetten? Nee, dat kan niet. Zij zijn de baas. Nee, natuurlijk niet. We kunnen jou wel dichtzetten. Jullie zijn nu te gast in mijn nieuwsshow, hè? Dat is ook zo. Oh, dan gaan we die kaart spelen. Wij zeggen niks meer. Nee, wij zeggen niks meer. Zo. Okay. Nou. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Tot oud en nieuw worden 60-plussers en zorgmedewerkers nog eens geplikt. En vanaf januari kunnen ook mensen onder de 60 een boostervaccin krijgen. Het weer, het is droog in het noorden, in het zuiden regenachtig. Het koelt af naar 2 tot 4 graden. Morgen grijs, veel regen en een graad of 5. En zometeen meer Partij voor de Vrijdag. Dankjewel Hanneke. Dus dit is dus DJ Bonehead, Vince. Ja. Met spreek ik met de politie. Ja, leuk. Ja. Spreek ik met de politie? Nee. Zijn wat? Met Harry. Die bedacht heeft om Rob van de Radio de week voor Kerst in zijn eentje in een glazen huis te zetten. Merry Christmas! Slecht idee. Ik ruik de dennenhalen al. Er is een aflevering van Weird Hit Wonder, de podcast. Die gaat over deze trend. Heel interessant. Check het via de... je favoriete podcast. Voor de mensen die nu nog kijken naar NPO 1 Extra. Kan bijna niet. Maar mocht u nog kijken, oma, we gaan er even uit voor de boodschappen, maar we zijn bij je terug in 1 minuut 37. Dag hoor. What are you? I'm Johnny. This is my family and we are from Holland. Dit kan toch niet op. Hoezo? Dit is gewoon muziek. Hier, lekker Bona, zegt Antoine. Doe dan maar de ster, zegt Rutger. Ja, daar ben ik het mee eens. Ster. Lekker man. Ik zit met mijn dochter van 2 op de bank. Die krijgt een hartklapsetje. Hallo, kinderen! Hier met 1 hand. Hier, ander ritme. Helemaal cultuur hoor. Lekker man. Zometeen November Thieves. Lekker man. Je hebt gewoon een 1 en een 2 en een 3 en een 4. En Jonas Brothers, who's in your head? Jezus. Henk die heeft inmiddels een epileptische aanval gehad. Merry Christmas! Zit ook echt een opbouw in. Mooi, hè? Zo! Wat een pestherrie, zegt Arie. Arie, lang dat je luistert. Oh. Spreek ik met de politie. Mooi, hè? Nee, hij is nou af, toch? Wat gaan we nu doen? Naar de ster. We moeten nog naar de reclame. 3FM. Zometeen meer. Partij voor de Vrijdag. Ster. Zou je de politie hebben? Disney's Aladdin. Oh, lekker, hè? Het is vrijdagavond, dan voel je aan alles. Jonas Brothers. In your head. Binnenkort kun je bij ze eten. Echt? Als in niet thuis, maar in het restaurant van de Jonas Brothers. Die openen ze. Oh. 2 vestigingen wel te verstaan. In Las Vegas. Las Vegas. Het gaat heten, is heel gek dan. Je zou zeggen de Jonas Brothers. Ja. Maar dit heet dan Nelly's Southern Kitchen. Ja. Is toch raar? Ja. Ja. Wel met signature dish Jonasi Goring. Het 2 categorieën spel. Met Rob en Wijnand. En daarvoor nog, sorry, ook namens Naf de Ties voor deze grap. Jezus. Wel blij dat straks het koffertje open gaat om 8:30. Ja, ben jij nieuwsgierig wat erin zit? Jazeker, want ik weet nu niet wat erin zit. En jij ook niet, Wijnand. Maar om 8:30 gaat hij open. Ja. We kunnen hem ook doen. Het koffertje ook. Oh, nee. Oh. Wat zeg je? Is hij zwaar, het koffertje? Nou, is... Oh. Jezus. Wat heb jij gerookt voor de uitzending, Rob? Ik ben melig, jongen. Het is niet normaal. Ik ben scherper. Maar grapjes, sharp as a knife. Goed. Oké. Is hij zwaar? Ja, hij is heel zwaar. Echt? Het koffertje ook. Ja. Hey, maar nee. Als ik aan de klep trek, gaat hij open. Heerlijk. Wat zeg je? 8:30. Hey, nog 9 minuten. Nou. We kunnen nog wel 9 minuten wachten. Huh? Oh ja. Wat gaan we dan 9 minuten doen? Meer dat het al over 9 minuten 8:30 is. Ja. Ik heb het idee dat we net begonnen zijn. Ja, ik ook. Ja. Nee, 8:30. We kunnen tussendoor wel even 2 categorieën. Ja, laten we gewoon wachten tot 8:30 is. Nee. We hebben 2 categorieën. Toch een achtermuziekje. Dingen in de kroeg en dieren. En er is ongelooflijk veel geappt. We hebben een winnaar, dat sowieso. Is er een winnaar? Er is een winnaar, maar er zijn er ook heel veel leuke appjes die we toch nog even willen benoemen. En daarom... de eervolle vermeldingen. Rob. Sabine. Dingen in de kroeg en dieren. Zie je het voor me ook. Donker, daar is. Goedenavond. Dingen in de kroeg en dieren. Oscar, dankjewel. Voor de kwalkolisten. Spoel het nog aan. Laura, die stuurde QR-code-dodo. Lekker actueel, Laura. Uitgestorven ook. Paul. Dingen in de kroeg en dieren. Een slaapmusje. Oh. Ja, goed gevonden zeg. Niels, dankjewel voor je appje. Een pina koala. Have you like pina koalas? Oh, dat is een lekker nummer, hé. Oh. Dat is een lekker dingetje, Liedeke. Ja, hoe heet die dan? Ja, die heet niet pina colada. Die staat er wel achter, de pina colada song. Oh. Dat hebben ze later gedaan, volgens mij. Oh. Omdat niemand kon hem vinden. Rudolf nog wat? Het heet Escape. Heet het. Ja. Escape heet het. Wat raar dat dat niet dan pina colada heet. Oh, Rupert Holmes, ja. Ja, Rupert Holmes inderdaad. Rupert. De Rupert-Vogel. Dus komt hij wel voorbij. William, die stuurde een disco-mol. Oh, een disco-mol. Ja, geen disco-bol. Een disco-bol. Oh, dingen in de kroeg. Ik dacht dat het drank was. Sorry, dingen in de kroeg, een disco-mol. Ja. En dieren. Ja. Nou, ach, muziek is ten einde. Helaas. Nee. Gelukkig heeft het ook een begin. Lars. Dingen in de kroeg en dieren. Een grizzlybier. Claire heeft ook geappt via de app van 3FM. En die komt met de colabrie. Wauw. Frederik, die geeft een hondje van de zaak. Henny Verstijlen, die zegt een toiletjufpauw. Goeie. Johan van Poppel. Kan ik hier met spin betalen? Er kan er maar één de grappigste zijn. Dat is Jelle, 24 jaar, uit Utrecht. Mijn statie door gebeurt van alle hand. Het bruis van alle kanten in het hartje van het land. Het Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Rosendal. Utrecht, het mooist van allemaal. Ha Jelle, hallo jochie. Op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude Grachie, het Vreeburg en Wijkzee. En dan springt mijn hartje open. Ik ben trots, wat dagje wat. Er geen mooie plekje als Utrecht me staat. Als Utrecht me staat. Ben geboren in een huisje aan de Zakkendragensteeg, vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Het was ook al ver, vond ik dat dan. Schele okkelen en blauwe thuis. Woon nou mijn leven lang in Utrecht en ik geef het nou mijn zin, want er is bij ons van alles aan de hand. Je kan gaan dansen of naar kroegjes en je stapt het leven in met mooie mokkels en een flipper aan de wand. Als ik boven, als ik boven, als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreeburg en Leidschee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots wat daar hier was. Er is geen mooie plek als Utrecht me staat. Als Utrecht me staat. Utrecht me staat, zie daar gebeurt van alle hand. Het ruis van alle kant in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het lange Roosendaal. Utrecht, het moois van allemaal. Wat zeg je? Ik ga even hier op de bank wachten tot jullie klaar zijn, hoor. Oké. Okay. Ben geboren in een huisje aan de Zakkendragensteeg, vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Ah, telefoon. De Breuk en Gekke Bart, de Bult, de Koos, de Gleufjes, Kind, Schelen, Okkeloen en Blauwe Duks. Hallo met de radio. Hallo, ja, met Leon. Hallo. Leon? Ja? Wat kunnen we voor je doen? Ja, dit doet me een beetje denken aan toen jullie het Wil Helpmes gingen zingen op de radio. Alle opletten. We zitten midden in het nummer. Maar bedankt voor bellen, hè? Ja, jojo. Dag Leon. Met z'n allen die handjes in de lucht. Als ik over op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreeburg en Leidschee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots waar daar hier was. Dat is weer een mooie plekje. Er is geen mooie plek als Utrecht me staat. Als Utrecht me staat. Als Utrecht me staat. Nou. Utrecht me staat, zie nog gebeurt van alle hand. Het ruis aan alle kant in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het lange Roosendaal. Hoe lang duurt het? Utrecht, het moois van allemaal. Utrecht, het moois van allemaal. Herman Bekkien, God hebben zijn ziel. Jelle, heb je veel met Utrecht? Kom je er vandaan? Nee, ik kom niet uit Utrecht. Ik woon er nu al bijna 2 jaar. Maar ik kan niet zo ver als jullie zingen. Het 2-categorieën-spel. Met Rob en Wijnand. Waren dat de categorieën ook alweer, Wijnand? Wat waren de categorieën ook alweer, commissaris Liedeke? Dingen in de kroeg en dieren. Oh, je was er nog. Ik was er nog. Hoi. Ja, ik dacht ik ga even op de bank hier achter zitten kijken wanneer jullie klaar zijn. Hoezo? Herman Bekkien, heb je het nou gemist? Nee, ik heb het heel luid en duidelijk horen. Oh nee, het is echt heel duidelijk ook te horen geweest, ja. Het is bijna 8:30 trouwens. Is het bijna 8:30? Nou, ja. Mooi zeg. Maar invalvermeldingen gehad. Hebben we nog iets van een winnaar? Ja, Jelle, 24 jaar. Jelle. Waar komt hij vandaan eigenlijk, Liedeke? Waar kom je vandaan, Jelle? Als ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreeburg en Leidschee. Ja, dan springt mijn hartje open. Ik ben trots waar dat hier was. Er is geen mooie plek als Utrecht me staat. Als Utrecht me staat. We hebben vertraging, Jelle. Oh, helaas. Maar maakt niet uit. Zeg, jij bent de grappigste van vandaag. Ja, nee, helemaal top. Sorry, ik was even afgeleid. Maakt niet uit. Ja, waar kom je vandaan? Zeg iets anders. Gewoon Schagen of zo. Zeg maar iets anders. Zeg maar iets anders. Oude Watering. Oude Watering. Ja. Waar ligt dat in de buurt? In de zak aan de Oude Watering. Waar ligt dat bij Utrecht? Zijn dat nou? Wat zeg je? Ja. In de buurt van Utrecht? Oh ja. Als ik boven op de wond sta, kijk ik even naar beneden. Naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje. Open, ik ben trots wat Achie was. Er is geen mooie plekje als Utrecht mijn stad. Als Utrecht mijn stad. Prachtig gezongen, prachtig, prachtig. Dit was... Ik kom er niet eens vandaan, maar ik vind het gewoon leuk om plaatselijke dingen te weten. Ja. Zodat als ik mensen tegenkom, die komen toevallig ergens vandaan, nu is het Utrecht best wel groot, dat ik dan dingen weet. Bijvoorbeeld, je hebt uit Oldenzaal een heel vies liedje over Oldenzaal, ken ik. Als mensen zeggen, oh, kom je uit Oldenzaal? Nou, klats die erin. Dan zegt iedereen, oh, leuk. Ja, maar dat schept een band. Prachtig. Dat is een enorme ijsbreker. En Jelle voelt zich gelijk helemaal warm in een warm bad gevallen. Zo voel jij je, Jelle. Ja, en zeker. En prachtig gezongen ook. Dankjewel, dankjewel. Meer stemmen, ja. Hou wij van. Jelle, waar bel je voor? Voor het TK3. Liedeke, we zitten midden in een spel. Ja, sorry, maar ik ben nou toch eigenlijk wel benieuwd wat het liedje uit Oldenzaal eigenlijk is. Ik dacht, zal ik het vragen? Dat is niet voor op de radio. Nee, echt niet? Stukkie, doe even stukkie, kom op. Nee, dat is niet. Ja, maar je kan niet zeggen, oh, ik ken een heel vies liedje uit Oldenzaal en dan niet laten horen. Daar heeft ze wel een punt. Oké. Dus luisteren ook mensen uit Oldenzaal die denken, oh leuk, doe maar die weten het, die kennen hem. Ja, maar de mensen uit niet-Oldenzaal, die kennen hem niet. Ik ga even kijken of die... ik denk niet dat die uitgewacht is. Misschien is het meer een volksliedje. Maar ken je hem uit je hoofd? Misschien even een stukje acapella. Er zijn echt ook luisteraars die dit leuk vinden. Want er komt net een appje binnen. Bart Kromwijk, topmuziek dit jongens. Groetjes vanuit lijn 7 in Utrecht. Dus het wordt gewaardeerd. Leuk zeg hij. Ja. Maar Oldenzaal, iets met een liedje uit Oldenzaal. Ik denk dat is een vies liedje, zei jij. Ja. Ik denk dat er ook wel mensen uit Oldenzaal luisteren. Ik heb hem... hij staat niet online. Oh. Dus het bestaat dus meer een soort urban legend, denk ik. Heb je ook het dark web geprobeerd? Maar kun je hem a cappella doen? Ja, het is... tenzij er iemand belt die het ook weet, dan kunnen we het even gezamenlijk zingen. Een vies liedje uit Oldenzaal. Over Oldenzaal. Over Oldenzaal. Niemand. Laat zijn eigen kind alleen. Nee, dat zal hem niet zijn. Niemand laat zijn eigen kind alleen. Ik wou mijn liefste muurtje om haar heen. Ja, mooi. Even met zijn kind bezwaren. Nee, ze willen het niet bewaren. En niemand laat zijn eigen kind alleen. Dit is niet dat vieze liedje uit Oldenzaal, nee, toch? Oké. Het is met een stijve paal naar Oldenzaal. In de Polonaise pak ik ze allemaal. Nou, ja, toch fijn. Paal naar Oldenzaal. In de Polonaise pak ik ze allemaal. Fantastisch. Ik weet dus niet of het een echt liedje is, of dat ik het gewoon van horen zeggen heb. Ik kan het niet echt vinden online. Mocht je het kennen, en mail het dan even. rob@3fm.nl, dankjewel. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Jelle, had je al gezegd wat jouw inzending was? Nee. Oh. Nee. Zou ik dat doen? Ja, dat is goed. Het is dingen in de kroeg en dieren voor het 2-categorie-spel. Dieren in de kroeg en dingen? Maak het uit, joh. Hé, Jelle. Vertel. Dingen in een dier en de kroegen. Bacardi Cobra. Jij zei Bacardi... Wat zei je? Zo lang naartoe gewerkt. Bacardi Cobra. Je praat me wel niet op. Deze hele opbouw. Hij zei Bacardi Cobra. Nee, je moet het even... Ja, dat vind ik jammer dan. Even netjes. Ja, dat vind ik jammer. Dat vind ik dan gewoon jammer. Maakt maar niet uit. Oké, Jelle. Ja, we zitten er helemaal klaar voor. Jelle, 24 jaar. Uit Utrecht. Nee. Dingen en... In de kroeg. En dieren. Bacardi Cobra. Ja, sorry, dat was gewoon een slechte verbinding, toch? Viel weg. En net op het moment suprême. Zonde. Bacardi Cobra. Nu zit je door ons heen, Jelle. Niet dat ik wil kutten per se. Maar het is gewoon... Er was net een ding in. Hij moet wel netjes. Gewoon goed te verstaan. Jelle. Bacardi Cobra. Nee, stop. Maak een moment. Rollen. Oké. Jelle. 24 jaar. Uit Utrecht. Nee. Dieren. En dingen in de kroeg. Nee! Oh, bijna. Bijna goed. Even opnieuw. Dieren, dingen. Nee, maar nu komt het allemaal weer. We maken er even een momentje van. Jelle, 24 jaar. Uit Utrecht. Nee. Dingen in de kroeg. En dieren. Bacardi Cobra. Maar dan gaan we niet nog een keer doen. Nee, dat is gewoon goed. Nee. Ja, fantastisch. Geweldig. Ja, Bacardi Cobra is dat gewoon... Dat moest wel ver komen. Wat wint hij allemaal, Wijnand? Nou, Jelle, als je goed luistert, ja, dan hoor je de arm van Liedeke. En die zit er vuistdiep in de grabbelton, voor de duidelijkheid. Hoor je dat? Ja, ja, ik hoor het. Ik ga jou sowieso gelukkig maken, voordat jij stop gaat zeggen. Dus ik laat Liedeke nog even lekker met die arm vuistdiep in die grabbelton. Ik ga je gelukkig maken met een exclusieve, onvervalste, enige echte Partij voor de Vrijdag poster! Hoppa! Komt die nou uit de grabbelton? Of is dit gewoon een... Nee, die krijg je erbij. Die krijg je er sowieso bij. Ja, ja, nee. En de arm van Liedeke, die zit nog in die grabbelton. Als jij zegt stop, dan stopt ze. Als jij niet zegt stop, dan stopt ze niet. Laat ze eeuwig zo door, maar dan pakt ze er ook geen prijs voor jou uit. Dus als jij zegt stop, dan stopt ze en pakt ze een prijs. Ja, ja, ja. Even wachten nog. Even wachten. Stop! Oh. Verpakking is stuk. Door het grabbelen is de verpakking stuk. Sorry. Wat heeft Jelle 24... Liedeke, wat heeft Jelle gewonnen? 50 pipe cleaners. Wat? Ja. Dat kan niet, want ik heb die al een keer weggegeven. Hoe kan dat nou? Ja. Weggegeven? En die heb ik voor een paar weken op de wasje op zondag met Gijs weggegeven. Echt? En ik denk dat hij die nog niet verstuurd. Of er staan er 2 in. Heb je er 2 in gedaan? Nee, denk ik. Of 1? Volgens mij 1. Ja, heb je die al weggegeven? Nee, blijkbaar niet, want hij zit in een gabbelton. Oh. Ik heb die al weggegeven, maar is nog niet opgestuurd. Dat betekent dat er iemand ergens in Nederland zit te wachten. Ja, die zit te wachten op zijn pijprakers. Oh! Daar was er maar 1 setje van. Of je kan delen, maar... Ik kan zijn pijp niet cleanen. Ja. Oh, kut. Iemand zit met een vieze pijp thuis. Ja, daar zitten de... Hij zit thuis met een vieze pijp. Hallo, spreek met 3FM. Dus dat kan niet. Oh, wat stom. Ja, ja, moet ik ze dan door dat een 25 om 25 doen? Nee, we gaan opnieuw grabbelen. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de 2 categorieën-spellen. Wordt op dit moment voor de 2e keer gegrabbeld. Jelle uit Utrecht. Jij... ja. Stop. Wat heeft Jelle 24 jaar uit Utrecht gewonnen, Liedeke? Een witte Spaanse waaier. Ach! Zo. Wat leuks. Een witte Spaanse waaier. Ja. Waarom is het Spaans? Ja. Zo noem je dat, een Spaanse waaier. Spaans, oh, is het zo? Ja. Als je hem zeg maar helemaal rond had, dan was het een Spaanse kraag geweest. Of de witte sjaal. Ja, in het kader van Sinterklaas natuurlijk. Ja, klopt. Spaanse kraag. Ja. Google dat maar eens. Nou. Nee, niet googelen. Nee. Jules, 9 jaar. Nee, niet googelen. Nee. Later onthouden en later googelen als je 18 bent. Geen seks voor het huwelijk, alleen voor het plezier. Jelle, jij wint een Spaanse waaier. Nou, top. Wat ga je ermee doen? Lekker mee waaien. En wij wensen jou daar heel veel plezier mee namens de hele partij. En veel plezier in Utrecht. Goedjes. Komt goed, komt goed. Ga Jochie. Luistert naar de radio. Het is best wel een aparte show. Op vrijdag tot een uur of 10. Of ga je het online pas zien. Daarom en Wijnand in je oor. Daar zet ik zelfs de werken voor. Ja, wat een onzin, wat een leuk. Gelukkig zijn de platen leuk. Want we zetten uit nu en nog kansen. Maken er een rotzooi van. Rob op TV, Wijnand op de radio. Partij voor de Vrijdag. Ja, lekker zeg. We hadden het ongeveer een half uur geleden over. Pina Koala. Pina Koala. Dit is de 3FM vrijdagavond. Rupert Holmes en jij bent erbij. Goedenavond. I was tired of my lady. You can get my number. You can get my number now. Falls. Wake me up. 3FM. Van de Rupert Holmes en Escape. Dat is een dikke dingetje, want dat heet natuurlijk eigenlijk Pina Colada. Dat staat ook achter tussen haakjes. De Pina Colada Song. Heerlijk zeg, meezingen. En dankjewel Rita, want ik heb hem gevonden. Oh jee, wat heb je gevonden? Met de stijve paal naar Oldenzaal. In een boerenkiel en een condoom om een piel. Met de stijve paal. Ik heb het verkeerd onthouden blijkbaar. Naar Oldenzaal. In de Polonaise. niks allemaal. Ja, toch goed onthouden. Ik had even die condoom vergeten. Wat fijn dat je dit nummer hebt opgeslagen. Oscar Wagemans. Normaal durf ik niet gek te doen, ben keurig, pas goed op. De mensen denken, wat een hoen, waarom hangt hij zich niet op? Nou zeg. Rustig op de dag dat ik de teugels vieren mag. Heftig allemaal. In de broek bij iedereen, wat bij carnaval mag. Wat bij carnaval zingen. En met de stijve paal naar Oldenzaal. In een boerenkiel en een condoom. Nou, dat had hem prima uitgekund, die zin. Stijve paal, dit is prima. Naar Oldenzaal. In de Polonaise pak ik ze allemaal. Meer carnaval in Carnaval Carlo straks. Tussen 9 en 10. Gaat het dan ook over dit soort dingen? Nee, toch? Carnaval is veel meer dan dat. En, gelukkig. Mensen denken allemaal, carnaval wil bier drinken. Nee. Over dat gevoel van carnaval gaan we zo meteen. Met een bijzondere gast spreken. Er is iemand aanwezig zo meteen als voor jou. Wijnand, verrassing. Ja, je hebt dat geregeld? Ja, het is een beetje ook Wijnands eerste keer zijn kennismaking met carnaval. En in dit programma, een van de standpunten van Partij voor de Vrijdag is dat er meer carnaval moet bij de NPO. Het grootste volksfeest van Nederland. Dus bij de Nederlandse publieke omroep wordt het maar af en toe heel weinig eventjes laten zien en gedaan. Dus meer aandacht daarvoor en ook in diepere zin. Zometeen in dit programma. Mooi. Het is half 9, dus geweest. Zomaar. Dus, het is bijna 10 voor 9. Bijna 10 voor 9, dus hij mag, wat mij betreft, mag hij open. Het koffertje van half 9. Het koffertje van half 9. Embargo is er inmiddels af. Gooi los dat ding. Ja, dat zeker. Maar we moeten eerst nog naar de trappen van de week. Oh ja. Het is mijn favoriete plaat voor dit moment. Ik moet zeggen, ik ben een beetje in dubio. De trapper van de week. Ik wil me verder een beetje aan het draaiboek houden. Maar ik heb dus eigenlijk een plaat die ik heel interessant vind, maar niet nu kan draaien, omdat het niet echt een trapper is. Het is een cabaret ding of zo, maar ik heb hem al een week op repeat. Hè? Maar ga ik nu dan de trapper weggooien om dat op te offeren? Dat is de vraag. Maar waarom? Ik snap het hele probleem niet. Als jij een goede plaat hebt en je wil die trapper maken, of die nou 38 jaar trapper is of niet, dan is het toch gewoon trapper? Ja, maar de trapper moet een beetje snel zijn. Een beetje doortrappen, weet je wel. Maar dit is eigenlijk, ja, het kan wel. Ja. Heb je iets wat geen trapper is? Het is ook zonde van die trap van de week. Want dit is een enorme knalbak. Snap je? Nee, ik snap er helemaal niks van. Ik zie het probleem niet. Wat dan moet ik die andere... Wat zou je dan doen? Zou je dan nu die ene plaat draaien die ik al de hele week op repeat heb, omdat ik het zo'n vet goed gevonden nummer vind? Of dan deze trapper, omdat het nu eenmaal in het bakje past en dat het gewoon een hele vette plaat is? Maar is die plaat die je al de hele week op repeat hebt staan, is dat niet iets waar je op doortrapt? Ja, dat kan wel. Maar ik vind het zo jammer van die trapper die ik heb. Hetzelfde als vorige week. Ja, dat is een beetje een dilemma. Ja, maar het is nog heel simpel. Als jij een trapper hebt, dan is dat jouw trapper. Als maar ik wil ze eigenlijk allebei draaien. Dat is een beetje mijn probleem. Ja, maar je hebt maar één trapper van de week. Ja, precies. Ja, dus wat is jouw trapper van de week? Het is niet mijn trapper, het is jouw trapper. Ja, maar dan hou ik... Ja. Als je hem maar snel draait, dan kunnen we daarna snel het koffertje openmaken. Want die staat ook nog te branden. Maar het is, of we maken nu het koffertje open en dan mag je er tijdens het koffertje over nadenken wat dan die trapper wordt en dan draai je het maar dan, ja. Ik wil dat heel veel mensen het weten. Want dat komt van binnen, hè, en dat is goed. En die Gabri Ponte, Thunder, die kennen we. En ik hoop dat iedereen met het glazen huis die keiveel aanvraagt. Heel erg wat er nu komt, dat de mensen horen. Nog even, die ga ik ook niet een stukje laten horen, want dat wil je hem helemaal horen. Die is heel lekker, dankjewel. Die is toch, weet je wat, die blijft eigenlijk mijn trapper van de week. Die ga ik van het weekend ook nog gewoon houden. Maar dan voor vrijdagavond wil ik je even... laten kennismaken met Joost Prinsen. Niet met Joost Prinsen. Joost Prinsen? Joost Prinsen? Nee. God hebben ze ziel. Nee, die leeft nog. Hallo. Oh, is het nog? Oh. Hallo. Dan draait hij zich om in zijn graf. Nee. Joost Spijkers moet ik zeggen. Joost Spijkers. Joost Prinsen. Stop de muziek, let op. Ik werd wakker. En gelukkig maar. Soms heb ik mijn radio, wekkerradio. Ik heb een wekkerradio. Ik ben 1 keer door de verkiezingsochtend in maart, weet je nog, toen we naar de verkiezingen gingen. Nog steeds geen kabinet. Heen geslapen, moest ik in Zwolle zijn. Werd ik om 8 uur wakker, maar toen moest ik in Zwolle zijn om 8 uur. Ja. Dat gaat mij nooit meer gebeuren. Ik koop een wekkerradio. Ja, mooi. Die staat soms op Radio 5. Nee? En in de zomer, of in de weekend bedoel ik, in het weekend, ik heb het langer dan gehad, in het weekend, dan heb je daar Allemans Veren. De Tineke Show. En dan de Sandwich met Jacques Kleuters. Oh ja, Jacques! En die draaide deze. En die dacht ik, holy shit, wat is dit? En toen heb ik gezamd in bed op Radio 5. En de titel van het nummer zegt het al. Lekker nummer. Zo heet hij. Oh, dat klinkt ook. En hij zat nog in die gast van die stijfpaal. Dan ga ik toch deze draaien. Want dit, ja, ik weet niet man. Dit heb ik al de hele week op repeat. Dit zit in mijn hoofd. Van de week. Ja, het is een beetje klesmer. En die gast is van de Ashton Brothers, die Joost Spijkers. Heeft een nieuw album uit. Is een beetje zo'n Herman van Veen-achtig ding. Het nummer heet Lekker Nummer. Het is meta, want het gaat over het nummer zelf. En ook dat alles relatief is. Zou je ook op deze tijd kunnen betrekken. Lekker nummer man, echt een lekker nummer man. Lekker nummer man, sowieso fijn, bent je bij elkaar. zingen man, leuk om te zingen man, goeie drummer man, nergens over zeiken, speulen maar. Proost op je vriendschap, proost op je rotkop, proost op vanavond, morgen flikkert alles in elkaar. Het laatste wat ik er zeggen wou, is hoeveel ik ineens van je hou, en als ik nu sterven zou, dan tenminste toch met jou. Van het album Hotel Spijkers, Joost Spijkers en Lekker Nummer. Ja, raar. Ja, top, zegt Robert via de F3FM. Er staat nu ook in mijn lijstje. Ook in mijn lijstje zegt Barry Ferrari via CSM ook. Heel goed. Ik zou het niet een trap van de week noemen. Dat zei ik al, Bastiaan. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar zet deze herrie af. Maak het koffertje open. Anders komen we niet aan bij het nieuws van 9 uur. Goed, Feyenoord. Luister ik naar Radio 5. Ja, daar heb ik hem dus ontdekt. Bij Jacques Leuters. Ja. De AVRO doet het met Leuters, zeiden ze vroeger. En Lekker Nummer, Joost Spijkers. Een heel album. Vet. Deze is toch leuk, of niet? Ben ik nou de enige die het heel leuk vindt? Ik heb al de hele week in mijn hoofd... Laatste wat ik kan zeggen, man. Is dit wel ineens van jou? Maar dat je zo... Maar ik vind het zo, de coronatijd van nu... dat je zegt, proost op je vriendschap... op je rotkop, vind ik ook grappig. En dan proost op vanavond. Morgen flikkert alles in elkaar. Je weet het niet. Je weet niet wat morgen brengt. Doe maar gewoon nu. Want dan, ja, dat is het belangrijkst. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Zo voel ik hem wel. Ja. Ja, Wijnand, nee. Maar wat vind je hiervan, Wijnand, als je dit zo hoort? Ik kan hier helemaal niks mee, joh. Nee, serieus. Je houdt niet zo van cultuur. Ik hou wel... Dit is mij zo kleinkunstig dat ik het... te kleinkunst. Ik zou er echt op trappen, denk ik. Ja, dat is I love kleinkunst. Vroeger wilde ik naar de kleinkunstacademie gaan, hè? Wijnand, daarom is het ook de trapper van de week. Ja, maar dus niet. Nee, dit is niet de trap van de week. Nee. Maar vroeger wilde ik dus naar de Kleinkunstacademie gaan. Nee, dat snap ik wel. Heb ik niet gedaan. En ik vind de Ashton Brothers heb ik ook live gezien op de parade ooit. Zo ben ik ook alweer. Maar nee, dit... Gaat jouw pet te boven. Ja. Nee. Zullen we... Maar dat maakt niet uit. Nee, het is niks tegen jou. Niks persoonlijks. Nee, maar dan mag je over smaak valt niet te twisten. Nee. Übrigens smaaklas zich niet strijden, zei jouw opa vroeger. Wat zeg je? Over smaak valt niet te twisten. Precies. Ja. Hé, het koffertje. Hé, wat leuk. Hey. Ja. Zullen we hem eindelijk even openmaken? Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. Ja, wel lief trouwens. Er komen allemaal wel lieve appjes binnen voor jou. Ik kan dat ook waarderen, Rob. Het is ook gewoon een lekker nummer. Maar het nummer heet ook Lekker Nummer. Het heeft iets Grieks of zo. Ja, dat weet ik niet. Dit is ook Partij voor de Vrijdag. Dit soort gekke... Hè? Ik weet niet of dit Grieks is. Nee? Jij weet het toch? Nee, ik weet niet zoveel van Griekse muziek. Jouw halve familie komt uit Griekenland. Ja, nee, ik luister geen Griekse muziek. Volgens mij is het klezmer. Oh. Maar dat weet ik niet. Moet ik er vanaf zijn. Maar het is heel vet. Jouw halve familie komt uit klezmer. Klezmer is een stijl. Oh. Muziek. Nou, dat koffertje. Oh, maar over kleinkunst kan ik je alles vertellen. Maar dat heb jij er niks aan. Dus dan hou ik het wel voor mezelf. Dan luister ik zondagochtend weer gewoon naar Annemans Veren. Met Kik van der Veer. Radio 5. En daarna natuurlijk naar Wijnand. Speelman. Op Radio 3. Of de Tineke Show. Tineke Show. Is er meegestopt naar Tineke? Ja, morgen om 12 uur Erik de Zwart. Erik de Zwart. Ja, Erik de Zwart. Holy shit. Ik zweer het je. En Rob van Radio op 3FM. Ja, dat is op 3FM. Ja, we luisteren Radio 5, toch? Ja, muziekvrienden. Hey. Wat is dat? Het koffertje. Oh, ja. We gaan weer als een trein. Hey, muziekvrienden. Zometeen. Een witje. Een witje is een dodelijk moment op de radio. Van iedere DJ. Over dodelijke momenten gesproken. Die hebben we die gehad? Qua muziek, hè? Nee, hoezo? Dit is gewoon een lekker nummer. Nee, lekker nummer, man. Echt een lekker nummer, man. Lekker beentje bij me. Vince, zeg het gewoon. Zeg het gewoon. Ik vind het vreselijk. Ja, hier ook. Kut. Ja, ik vond het helemaal kut. Nou, invaltechnicus. Pet, gewoon eerlijk zijn. Patrick, gewoon eerlijk zijn. Helemaal kut. Godsamme. Joelle van het internet. Superleuk! Kijk! Dat zeg je, je hebt geen idee waar het over gaat. Zit midden in Instagram. Hè? Ja, nee, dat is ook zo. Nou. Tot volgende week. Nee, het koffertje. Het koffertje, wat leuk. Mag ik het eens een keer weer openmaken? Ja, jij mag hem openmaken. Ja, om jou ook een goed gevoel te geven. Ook eens wat, want ik zit hier de kleinkunst liefhebber uit te hangen. Nee. Kun je mij middernacht van maken waken? En dat doet ze dan ook, maar dat is mijn wekkerradio. Lekker niemand. Nou, ziet het in je hoofd, hè? Lekker mensen bij elkaar. Omdat het zo meta is, dat vind ik ook zo mooi. Ja. Morgen flikkert alles in elkaar. Nou. Het zijn 3 enveloppen. Nou, hartstikke leuk. Hey. Het zijn... Maak er eens even een momentje van. Een beetje show, Rob. Kom op. En dan nu. De opening. Van het koffertje. Van de radio. Half 9. Oh, dat is verkeerd. Wacht even. God, wat is dit voor uitzending? Ik bedoelde Back to the Future en toen klikte ik op Breaking News. Begint ook met een B. Maar die moet ik niet hebben. Nee. Nee, neem je tijd, joh. Daar is die. Ja. En dan nu. Beetje galm. Dames en heren, beste reizigers. Het is tijd voor het koffertje van 20:30. Ik zeg, zijn we klaar voor het koffertje van 20:30? Over het koffertje. Beste reizigers. Het koffertje van 20:30 heeft een vertraging van 1,5 uur. Namelijk 9 uur. 8:51. En het koffertje is open. En er zitten 3 bruine enveloppen in. Ja, ik maak geen grapje, hier zijn ze. Oh, dit zijn echt 3 bruine enveloppen. Zijn er 3 bruine enveloppen of ben je blij met te zien? Dit is wel interessant, want hier staat op... Deze is voor Liedeke, Partij voor de Vrijdag, postvak CM31, postvak 26, 3x4, 1202, JJ, ja, in Hilversum. Als je dat adres ook al weet om iets op te sturen, doe dat via 3fm.nl/partij. Liedeke, deze is voor jou. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Maar dit is dus raar, want hier heb ik een envelop. Daar staat op penis en pins. Huh? Stop de muziek. Penis en pins. Partij voor de Vrijdag, postpak CM31, postpak Hilversum. Penis en pins. En ik heb hier nog één. Pop en pijnhand. Hè? Pop en dit is pijnhand. Geen grapje, er staat er echt op. Ja, pop en pijnhand. Iemand heeft het opgestuurd. En penis en pins. Penis en pins. Het klinkt als een goede tv-serie, penis en pins. Hoi, wij zijn penis en pins. Goedemorgen. Rek eens op mijn vinger. Hoi, penis. Hoi, pins. Nou, pak maar even uit, Liedeke, wat het is. Oké, de envelop gaat open. En daar zit een pakje in. Een pakje in? Sinterklaaspapier. Oei. Week te laat, maar dat maakt niet uit. Zal ik hem openmaken? Het is al een week laat, dus 3 december. Oh ja, shit. Want we hadden vorige week Sinterklaasaflevering. We hadden vorige week de Sinterklaasaflevering. Oké. En daar zit in een chocoladeletter in de letter H. Oh, wat leuk! Van Liedeke. De L. Groetjes, Jos. Ach, wat leuk, Jos. En hier dus, ik vrees het ergste, pop en pijnhand. Ach, ook 2 pakjes in het pakpapier. We weten nou voor wie welke is. Nou, kijk maar even, weet ik niet. Nee. Oh, maar van wie hebben we dit gekregen? Dit zat in de post. Ja, van Jos. En Jos zei, stop het in het koffertje. Dat zei ik, oké, is goed. Ingekomen stukken mee natuurlijk. Ja, dat doe ik gewoon. Wat leuk. Jos. Stop de muziek. Wat heb jij? Ik heb een P. Ik heb ook een P. Pop en pijnhand, ik snap het nou. Penis en pins. Penis en pins, wat zal erin zitten, Vins? Pins? Maak ik hem straks even open? Ja hoor. Oké. Deze is helaas niet voor jou, hè, Patrick? Oh jawel, Patrick! Alle twee voor mij, dacht ik. Het is weer één groot feest. De radio staat. Wauw. Hier moet je zijn geweest. We gaan met die banaan van Roosendaal. Het is een mooie vrijdagavond. Je kunt erbij zijn, 0909-1336. Stop de muziek. Hallo? 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 Wie bent u? Hallo? Wie bent u? We zitten midden in de uitzending. Ik snap dat je hier bij 3FM zomaar naar binnen kan lopen. Maar, ik kom een cd-speler jatten voor Gijs Staverman. Oh ja. En nog één? Er is er alleen weg, hè? Er was net ook al iemand, die leek op jou tenminste. Nee, die leek niet op jou. Dat was een andere persoon. En u werkt bij? Hij klaagt dat de cd-speler niet goed is. Wie? Dus even een nieuwe meenemen. En u werkt bij? Bij welk bedrijf? Ik werk bij Redby. Bij Redby? En u weet niet wat het rode lampje betekent? Dan zijn we erop, hè? Ja. Maar doe lekker, want het heeft nogal haast, volgens mij. En een fijn weekend. Doe Gijs de groeten. Hoi. Dag, hè. Doei. Tot ziens. Gijs. Wat kan dat dit zijn? Het is weer één groot feest. De radio staat aan. Hier moet je zijn geweest. We gaan met die banaan. Staat er nergens op. Patrick, kun jij even naar jouw medetechnici mailen wat het rode lampje betekent? Ik zal het doorgeven. Okay, fijn, wordt geregeld. Nou, dankjewel. Van Roosendaal tot Doetinchem, rond en wijn aan 3FM. Oh, when I walk up tonight, I'm so lucky. Frans Ferdinand, en Do You Want To 3FM. We zijn helemaal in alle consternatie vergeten om Jos te bedanken. Ja. Je hebt hem al op, zie ik. Van de chocoladeletter. Lekker lettertje, Jos. Via de post. Als je ook post wilt sturen, stuur het dan naar postvak CM31, postbus 26, 3x4, 1202, JJ, ja, ja, in Hilversum. En ging je dat allemaal te snel ging? Ja, 3 minuten slash partij. Mooi. Tot zo, nog veel meer. Ster. Terug en een graad of 5. Zo, de meid erop. Voor de wind waait, door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind. Anneke, dankjewel. Wat zei je? Ja, dag Rob. Dag, oh, je microfoon was uit, hè? Daar gaan we. Ja. Daar gaan we door. Het is waterboven. Het is geen. Ik heb hem in mijn hoofd. Wat heb je? Ja, dat liedje van Oldenzaal. Van 030. Het mooie nummer van die Joost in je hoofd. Oh, nee. Vond je het ook kut? Shots fired. Vond je dat ook niet leuk? Ik vond het dom hartstikke leuk. Ik bedoel, ik ben een Utrechter dus. Nee, dat andere liedje wat ik draaide. Ja, heel leuk. Oh. Ik zie dat ik het moet zeggen dat het heel leuk is. Oké. Nou, bedankt. Yes. Voor het nieuws. 3FM. Zometeen meer. Partij voor de Vrijdag. Hebben we een B-blok? Ja, we hebben een B-blok. Doet hij niet? Nee. Zijn we weer te laat, hè? Ja, we zijn veel te laat. Het is kwart over negen. Ja, nou kun je gewoon sterren uitzenden. Ja, nee, dat blijkbaar niet. Kom, je gewoon sterren uitzenden. Hey, godverdamme, de sterren zijn of niet weg. Ik bel wel even. Oh, bel even. Ga je even mee op die knop kan drukken. Jij gaat voor mij snel op die knop drukken. Of ik kom bij jou daar thuis op die knop drukken. Ja, maar dit is wel echt onze schuld. Ja, het is onze schuld. Sorry. Ik ben Brabant Voedingscentrum. Hey, met Liedeke, 3FM. Hallo. Hi. We zijn een beetje laat. Heb je ster B daar nog klaarstaan? Sorry. Heb ik ster B daar nog klaarstaan? Ja, het is... Hebben wij ster B nog klaarstaan van 3FM? Staat hij er nog? Want ik kan het vanaf deze kant niet zien. Verschil weggevloept. Weggevloept. Vloep. Hij is weggevloept. Dat meen je niet. Nee. Kan je nog terugvloepen? Ja, we hebben ook wel ster A van 10 uur, maar dan hebben we dan weer een probleem. Hallo. Nee. Die is wel korter, die is maar 44 seconden. Kun je hem terugvloepen? Hij is niet uitgezonden. Het is 13 over en ze zijn een beetje laat. Ja. Hij is gewoon weg. Als je nu op de knop drukt, gebeurt er niks. Nee, dat klopt. Ik heb ook geen window meer. Dus moeten we dan maar verder... Dat is lelijk, want ze hebben al die bedrijven ingekocht. Ik hoop dat het volgende blok dan weer tevoren... Ulrike dossier is op ons aan het wachten. Ja, maar dan starten we gewoon de... De A staat klaar. Was hij klaar? Staat hij klaar? Ja, een collega die kijkt eventjes op het scherm. Dat kan die vandaan niet zien. Kan hij? Ja, je hebt nog 45 minuten, 25 seconden. En dan is het tijd voor 22A. Oh, dus we gaan nu verder met de Top of the Hour. Ja, dat ga ik maar met de Top of the Hour. Als je toch, hè? Ja. Oké. En dan? Ja. Kwart over. en wat doen we na de Top of the Hour? Ja, gewoon... Linkin Park? Links daarna, ja. Iets? Wat je implant, wat je wil doen, maar die sterren is er niet meer. Nee, oké. Partij voor de Vrijdag. Gastendoekjes. Ook te zien op NPO 1 Extra. Auto's. Het is allemaal weg. Alles is weg. Laat je horen. NPO. Snel ophangen. Ja, hij is weg. Gezellig. Hij ook. Gisteren, of vandaag moet ik zeggen, een nieuwe van haar uitgekomen. Van Sera, het Nederlands talent Only Us op 3FM Partij voor de Vrijdag. Godsamme, verkeerde. Maar stop! Stop de muziek. Waar is hij nou? Hij zei de credit wel. Wie? Hij zei, ik ga even naar de wc, maar... Dat duurt dan toch net langer dan je denkt vaak. Wacht, ik zal begin dit vast en dan hoop ik dat hij op een gegeven moment... 3FM! Partij voor de Vrijdag. Rob en Wijnand. Goedenavond, het is Partij voor de Vrijdag. Hij is Wijnand Speelman. Mijn naam, Rob van de Radio. Daar zit commissaris Liedeke. Hallo. Commissaris Liedeke. Commissaris Liedeke. En cameraman Vince. Hi. Wat dacht jij, ik kan nog wel even naar de wc? Ja, ik moest even kakken. God, nee, dat doe je toch niet tijdens werktijd? Dat mag je wel zeggen. En dat mag je ook, wel doen. Maar ik zeg het toch niet zo. Oh. Hoezo doe je het niet tijdens werktijd? Ja, dat doe je toch lekker thuis? Wat moet je dan doen tijdens werktijd? Dat doe je toch niet thuis? Pop jij alleen thuis? Ja, bij voorkeur wel. Oh, maar het gebeurt dus wel eens. Nee, maar niet dat ik denk bewust, ik ga eens even lekker zitten. Dat je denkt, ja, maar Vincent was langer weg dan... Je kan toch denken, ik heb heel kort, ik ga alleen even plassen. Ik vind 2 minuten, of vond ik ook wel redelijk optimistisch. Of hoe zeg dat? Ja, moest gewoon. Ambitieus, hè? Moest gewoon. Nee, maar laten we het hier niet te lang over hebben. Want ik wacht ervan. Dus, En info, Tinus de technicus Patrick. Goedenavond. Hallo, daar alles nog in orde? So far, so good, ja? So far, vlekkeloos. Dat gaat hartstikke goed, ja, super. Nou, helemaal goed. En jij kunt erbij zijn door een appje te sturen via de gratis app van 3FM. Dan kom je in het Bel Me Wel register en dan mag je de telefoon opnemen als we bellen. Ja, als we bellen. Ik kan zeggen, dan mag je. We gaan ons best nog even doen. Ja. Hopelijk. Misschien. Ik weet het niet. Zometeen meer over carnaval. Oh, in leuk. Carnaval Countdown, maar niet eerst. De vrijdag. Feestblender. Wat we gaan weer. De lampengasten. Wacht, stop, stop. Je moet er echt een keer een muziekje voor bedenken. Ja, het is zonder muziekje is het helemaal niks. Het helemaal, ik zit ook te kijken naar jou, maar er gebeurt niks. Ja, maar dan moeten we een soort heftig knalding hebben of zo. Oké. Ja, precies. Even kijken of ik nog wat heb uit de oude doos. Haal je penning bij de kassa. Kijk. Hard. Even kijken hoor. Ja, precies. Maar dat 3 rondjes op een rij, reclamevrij. Piu, 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 piu. Ja, maar dit is van de, partijfoon. Zoiets had ik aan het denken. Nee, dat klopt niet. Attention! Pip. Here we go! Oké, dan doe ik gewoon wel deze. Maar dan denken mensen dat I Like To Move It komt. En dat komt omdat het van I Like To Move It is. I Like To Move It! Oh, dat is ook niet... Nee, maar dat is ja. Eigenlijk die andere. Ray en Anita... Geen idee. Wel, die ene houseplaat. Oh, van Ray en Anita. Nee, die ene van de Smurfen. Nou, kom op. I Like To Move It. Nee, van Schoenen. Nee. In the Name of Love. Pluizig en Blauw. Pluizig en Blauw. Dat is niet van de Smurfen, dat is van Sesamstraat. Maar we zeggen het dan. In the Name of Love. Welke van Ray en Anita? De grootste hit van de Smurfen. De Smurfenhouse. I Like To Move It, Smurfenhouse. De Smurfenhouse. De Smurfen. Get Ready, No Limits heb je. No Limits. No. Oh, die. No, zeg dat dan. Ja, die bedoelde ik, maar daar kwam ik niet op. No Limit. Oké. Ja, die is top. Okay. Dan moeten we die loopen en dan ga ik die ongehoord, zonder dat je het gehoord, ga ik die loopen. Ja. Zo, even kijken, deze is ook over lokken, anders gaat het helemaal mis. Zo, hop. Lokken? Even kijken. Lokken. Even kijken. Waar waren we ook alweer? Hartstikke goed. Dingetje, nou, gewoon geweldig zeg. En je bent bij de Partij voor de Vrijdag en het is tijd voor de Vrijdag Feestblender. Jawel, vrienden, daar zijn we weer. De lampengasten. Jullie maken weer een groot feest van op je radio. Het is over. Turn the tide, funky mambo. Better, someone to you. Riemen vast. Daar gaan we. Affection from your side. If you could give me one more chance, I'd love to turn the tide. What does it everyone? And if you feel Moet jij zeggen wie het waren? De Lampengasten. Ja. Jordi, Gert-Jan en Ricky, dankjewel weer voor deze Silver, Turn the Tide, Funky Mambo, Banner, Someone to You in de zoveelste remake die we hier horen. Partij voor de Vrijdag. De Lampengasten. Ja, het is een mooie avond, want het is weer iets dichter bij carnaval zijn we gekomen. En het is een interessante avond, want vandaag is Arie Ribbers overleden. Jij kijkt me aan en jij hebt geen idee. Jawel. Jawel, maar Arie Ribbers ken je wel, toch? Of niet? Zeker, van naam. Ja, hij was onder andere van Polonaise, Hollandaise. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Want we hebben met z'n allen... Wat zegt u? Maar je net de microfoon. Bij Hoevelaken linksaf. Bij Hoevelaken linksaf. Ja, als je denkt, de wie hoor ik? Prins, het is Prins Hein de Nurste. Uit. Ja la 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 la. Het blauw. Ja. We hebben uitgenodigd voor jou, Wijnand, een speciale gast in Carnaval Kouno. Want jij hebt, zoals we merken, geen verstand van carnaval. Maar even om terug te komen bij Arie Ribbers. Grootheid. Ja? In Nederlandstalig circuit, in carnavalsmuziek ook. En dat is voor carnaval liefend Nederland vandaag echt een zwarte dag. Okay. Dus misschien moeten we zo nog even wat van hem draaien. Laat maar weten wat je van Arie Ribbers wil horen. Hè? Want het NPO, de Nederlandse publieke omroep, doet te weinig aan carnaval als je het mij vraagt. En een van de standpunten van Partij voor de Vrijdag is meer carnaval bij de publieke omroep. Dat is het grootste volksfeest van Nederland. En te gast hebben we... Ja, la, la, ja, la, la, ja, la, la, la. Dat is het even vergeten. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Het is al hard zingen, Liedeke. Ja, sorry, ik ben gewoon heel enthousiast over het, als het over carnaval gaat. Ja, ik doe even ander muziekje. Zo, dat kom ik nooit aan een gesprek toe. In de studio hebben we Freek Bijnen. Ja, Freek. En Freek is leraar. Ja. Waar, op wat voor school? Nou ja, voorheen was het inderdaad op een basisschool. Gewoon als groepsleerkracht. En toen ben ik de hoek van bewegingsonderwijs ingegaan. Dus het sporten, bewegen. En we hebben nu veel scholen in de Kempen waar we gymlessen aanbieden en na school sporten. Dus kinderen kennis laten maken met sport. In de Kemper? In de Kemper. Ja. En jij bent... Nee, jij zei in de Kemper. In de Kemper. Dus we bieden die sporten aan in de Kemper. Ja. Nee, in de Kempen. Kempen is een streek onderaan waar heel veel Wijnand carnaval gevierd wordt. Je bent van de carnavalsvereniging De Muggenzifters? Jazeker. En is de hoogheid die naast jou staat ook van De Muggenzifters? Oh, jazeker. Zeker Prins weten. Van De Muggenzifters, hoogbezoek even staan. Ja. In de studio, Prins Hein de Nurste. Een hartelijk alaaf. Dank u, dank u. Gekke vraag, ben je undercover, Hein? Ik ben... Onderkoffer, ja. De koffer staat in de auto. Prins carnavals ook echt van die kleding aan hadden en dingen. En dat je gelijk ziet, dit is een prins. Je ziet het niet echt. Nee. Je ziet het niet. Meestal met een steek en veren erop en een groot pak. Maar dit je bent een overhemd en een jasje aan. Hip jasje aan. Ja, we hebben bij ons een beetje de policy dat... Er wordt bezuinigd. Alles wat we, alles wat we buiten de vereniging doen, niet officieel als zodanig. Ja, dan ga ik niet in volle raad. Maar wij komen graag in volle raad een keer terug met de complete Raad van 11. Dat is een protocol, Wijnand. Dat is één van de carnavals lessen die je bij deze leert. Heel veel Raad van Elfen hebben een protocol. Bijvoorbeeld dat als de prins ergens komt in volle naad, die ook bijvoorbeeld nooit zonder adjudant ergens komt. Of zonder pages. Of ik weet niet wat bij u het geval is in dit geval. Exact. Nou ja, dat klopt. Dat treft, want we hebben iets moois bij voor jullie. Wat heb je meegenomen dan? We toch over prinsen en adjudanten hebben. En we hebben begrepen dat Wijnand nog niet heel geïntroduceerd. Nee, Wijnand heeft een nieuw pak gekregen van ons. Oh ja, carnavalspeksken, die is helemaal leeg, dus dan moeten er buttons en zo op. Okay. Maar wat is dit nou? Dit gaat verder dan buttons. Dit is echt tegen het... Want ik wilde net helemaal over jullie project, over jullie schoolproject beginnen, maar dan moet het zo. We doen dit eerst even, als je het goed vindt. Oh, wacht even, maar dan moet ik heel even mijn geluidjes bij. Wacht even, anders gaat het helemaal mis. Er wordt hier even van alles bijgepakt. Er gaat een mandje open met spullen en daar komen dingen uit. Ik zie touwtjes voorbij komen. Ja, ik weet hoe laat het is. Wijnand niet, want die heeft het er nooit meegemaakt. Maar Wijnand, volgens mij ga jij hier jouw eerste prinselijke onderscheiding in de ontvangst nemen. Nog moeite gespaard. Op het moment dat je prins wordt, krijg je een eigen hanger. Die hebben we voor jullie meegenomen. Van de jeugdprins en prinses en natuurlijk ook van Hein, onze grote prins. Maar dames en heren. Ja. Daar komt de radiostem. Ik zie Wijnand echt een soort van zweet. Die denkt, wat gebeurt hier? Ik zie alleen maar touwtjes. Hij gaat hier gewoon de eerste prins van NPO worden. Namelijk, dan mag je de naam dadelijk zelf oplezen. We hebben een hanger voor jou laten maken. Officieel heet dat een vetleer. Ja, en dat prins Hein I van Bladel, die komt richting Wijnand gelopen. Die hangt hem iets om zijn nek. Dat is een klein bordje aan een touwtje. Dat noemen ze zo'n carnavalsonderscheiding. En wat staat er op, Wijnand? Op zijn kop lezen is ook... Prins Langegolf de Eerste. Ja, Langegolf. Maar wat staat erop? Wat zie je? Ik zie mijzelf. Oh, je staat er zelf op? Het logo van 3FM. Nee, joh. En het is een soort van wapen. Ik zie een jaloezie bij. Nee, ik was gewoon heel benieuwd wat hij had. Hij is ik daar voor hetzelfde aan. Geen prins zonder adjudant. Dus bij deze... Ik krijg zo'n bordje om mijn nek gehangen. Het is een carnavalsembleem. Kijk naar 3fm.nl/live. En bij mij staat er ook op het logo van de Blaadse carnaval. En met het logo van de prins ook. En er staat op, adjudant Korte Golf ten Eerste. Onze eigen carnavalsonderscheiding gekregen. Ik ben prins Lange Golf en jij bent mijn adjudant. Adjudant Korte Golf. Oh, wat goed, dank jullie wel. We hebben er van iedere 25 gemaakt. Nee! Ja, die kunnen jullie natuurlijk vergeten. Dat is het idee. Oh. Ja, precies. Dus dan kunnen wij mensen weer onderscheiden met onze eigen onderscheiding. Juist. Nee, ik heb begrepen dat Liedeke echt ontzettend aan het hamster is met dat soort zaken. Klopt. Ja, ik ben ook net pas begonnen met... Dus misschien dat jullie Liedeke daar jullie eigen onderscheiding kunnen geven. Ja, dan gaan we zo even in de muziek even doen. Oh, 4 nog eentje. Komt hij aan? Ja, dankjewel. Kijk eens even, kijk hem aangereikt. Adjudant Korte Golf. Vince, voor jou ook, hè? Ja, heel vet. Wat leuk. We hebben er 25, Rob, dus je kunt echt volledig los. Nou, als je zit te luisteren en je denkt, ik wil er wel heen, stuur maar een appje, dan verloten we er zo een paar, toch? Ja, is goed. Niet alle 25 meteen. Maar, nee, zeker niet. De eerste 5 mensen die appen krijgen er sowieso een opgestuurd. Ja. Echt fantastisch. Moet je even het woord onderscheiding appen. Ja. Via de app van 3FM. Wat leuk. Fucking vet, man. Maar we gingen het over jullie project hebben. Ja. Zullen we dat zo meteen doen? Nou, top. Ja. Ik ben helemaal onder indruk, jongens. Dan gaan we het eerst hebben over. Dan gaan we eerst luisteren naar de grootheid die vandaag ons is ontvallen. De obers hebben pauze. Arie Ribbons. Sorry, ik moet hier niet doorheen praten, want het is, dat is stom. Want ik dacht dat er een intro aan zat, maar dat is niet. Het is. Ja, vandaag de dag dat Arie Ribbons is overleden. En dat hoor je nooit op 3FM. Maar net wat ik zei, dat er moet meer aandacht zijn voor carnaval. En laat hem daar maar eens draaien, toch? Ja, mooi. Obers hebben pauze. Ober, breng eens wat geld, ik wil afrekenen. Ja, briljant. Breng eens wat geld, ik wil afrekenen. Bij Hoevelaken linksaf. Hoevelaken zal nooit meer hetzelfde zijn dankzij Arie Ribbons, de koning van de Polonaise. Vandaag overleden, 84 jaar geworden. Deze gaan we nog vaak draaien, wees niet bang. Zometeen meer over het project van Freek, leraar. En prins Hein de Nurse is aanwezig hier uit Bladel. Tonight. Clean Bandit, Chanda Paul, Anne-Marie, Rockabye 3FM. God, wat is hier allemaal gebeurd? Ik weet niet wat allemaal overkomt. We hebben Arie Ribbons gedraaid. De hele studio is inmiddels met vlaggetjes verkleed. Wat heb je allemaal gekregen? Ik heb allemaal onderscheidingen gekregen. Ik heb mijn eigen onderscheiding. Heet dit een soort van wapen eigenlijk? Het is een soort, het ziet eruit als een wapen. Nou, van origine, en dan komen we meteen mooi denk ik op een bruggetje. Het heet van origine vetleer. En van zover terug komt het inderdaad. Carnaval gaat heel ver terug en de eerste prinsen maakten zo'n onderscheiding van leer. Alleen natuurlijk heel carnaval werd bier en wijn gedronken. Dus aan het einde dat brandmerken van dat leer was niet meer te zien. En dat smierden ze daar varkensvet overheen, Wijnand. En dan bleef die onderscheiding. Dus er stond er op het einde van de carnaval nog steeds prins Langegolf de Eerste. Oh, dat de stem van Freek Bijna, hij is leraar. En hij heeft een carnavalsproject opgericht. Waar we het zo meteen over gaan hebben. De Carnavals Academy. Of Academie? Ja, Academy. Academy. Ja, Carnavals Academy. En in de studio is ook hoogheid prins Hein de Eerste van Bladel. Twee dingen. We moeten nog aftellen, dat zijn we vergeten. En wie hebben er ook zo'n onderscheiding gewonnen? Want even voor de duidelijkheid. Zo'n vet leer. We hebben net zo'n vet leer gekregen. Heel goed, Wijnand. Met zo'n adjudant Korte Golf met mijn foto erop. En prins Lange Golf met jouw foto erop, Wijnand. De Eerste, hè? De Eerste, ja, daar zit hij. En die hebben we een paar van, die delen we uit. Die gaan we nog de komende weken nog wel weggeven. Maar de eerste 5, Liedeke, wie waren de eerste appers? De eerste appers waren Lisette Radstaken. Hey. Gefeliciteerd. Wessel. Rens Bosbenders. Eileen. Kom on, Eileen. Jeremy. En Jeremy, jullie winnen allemaal twee onderscheidingen. Ja. Van de prins 1 en van de adjudant 1 natuurlijk heb je in het setje. Hoi. En dan nu, hoogheid. We hebben het nog nooit gehad, een Prins Carnaval die dat doet. Maar als u zo vriendelijk zou willen zijn om een gulden in het apparaat te gooien... Ja. Dan komen we erachter hoeveel dagen er is tot Carnaval 2021. 3fm.nl/live, maar je kunt het ook gewoon op de radio horen... want er zit ook allemaal audio in het apparaat. Het gaat daar in en die kant. En hij wacht geen moment en gooit er meteen in. Kijk eens, en dan gaat hij draaien. En de lampjes draaien. En hoeveel dagen... Oh, daar gaat het lampje aan. 86 dagen tot carnaval nog. En nou, dat wordt gevierd in dit programma, want er moet meer carnaval bij de NPO. Ik zie jou, je hebt zoveel vragen, Wijnand. Ja, nee, ik weet nu in ieder geval dat hij, waarom die undercover is. Buiten, hoe heet dat, was het ook alweer? Buiten protocol. Buiten protocol. Het staat in ieder geval, het staat in het protocol dat hij niet in vol ornaat hier naartoe mag, omdat hij niet met zijn hele gevolg is. En ik weet ook dat hij Freek meegenomen heeft, Freek Bijnen, of Freek heeft Prins Hein meegenomen, of andersom, maakt niet uit. En Freek, jij hebt dus die Academy, maar wat leer je en waar leer je dat? Aan wie? Ja, dat leren we aan kinderen van de basisschool, die krijgen vanaf groep 3, dus zeg maar vanaf een jaar of 8 tot en met de groep 8, dus totdat ze richting voortgezet onderwijs gaan, krijgen ze ieder jaar één van de facetten van carnaval. Want een hoop mensen denken dat carnaval vooral drinken en feesten in een tent is, maar er zit veel meer achter. Hè. Je hebt de zittingsavonden, je hebt de optochten bijvoorbeeld, hoe word je prins gekozen, maar ook de geschiedenis van carnaval wordt bijvoorbeeld in groep 8 uitgelegd. En dan kun je echt wel een heel eind terug in de geschiedenis bijvoorbeeld uit te leggen dat voorheen prinsen uit een dorp ooit de grootste schurken waren die nog één keer uit de band mochten springen. Oh, ja, ja. Ja, daar sta je dan met je hanger. En na carnaval 5 dagen, tralala, ja, ging de kop eraf. Of ze wilden opgang in het dorp. Ja, serieus. Ja, echt wel hele leuke weetjes voor kinderen van de basisschool. Zeg maar. Gezellig. En dat sta je daar te vertellen, want dit is een project in Bladel? Ja, dat project draait in Bladel op de 5 basisscholen in Bladel... van 1 speciale. En er is eigenlijk een beetje ontstaan dat toen ik prins gekozen werd... Hè, want je wordt gevraagd zeg maar, om prins te worden. Je bent prins geweest? Ja, 6 jaar geleden. Toen, je leeft nog? Ook. Ik heb het overleefd. Wel, ik wel, de rest van Bladel niet. En nou ja, goed, weet je, ik had echt een aversie tegen carnaval, Wijnand. Dus het kan echt, ik had een verschrikkelijke hekel aan carnaval. Ik heb 9 jaar... En toen vroegen ze als prins? Ja, ik ging kapot, joh. Ik denk, dadelijk om Frans Bauer binnen. Dit is Ken It Camera. En ik heb het toch gedaan omdat ik in de kennismaking te horen kreeg... wat carnaval nog veel meer is dan alleen maar in een tent bier drinken en hossen. Maar bijvoorbeeld ook voor minder bedeelden, oudere mensen... mensen die het slecht hebben, jeugdcarnaval, kindercarnaval... en dus ook het cultureel erfgoed van carnaval bij kinderen leren, zeg maar. Ja, dat ze weten wat inhoudt. En gaat de prins dan mee? En hoe werkt dit? Dan kom je in de klas en dan? Nou ja, een van de lessen gaat over de zittingsavonden en Prins Hein de Nurste, want zo heet hij dit jaar... en ik hebben een Carnavals Academy speciaal opgericht voor kinderen in de ton. Dus jeugdtonnenpraters, zittingsavond. Een hele andere tak van sport. Dat stand-up comedy gaan we nog veel langer over hebben. Wijnand in een ander onderdeel van dit programma. Ja. Later nog, richting carnaval. Tonpraat, soort cabaret, maar dan in een dorp, in een ton. Het is een lang verhaal. Maar dat doen jullie dus voor kinderen ook? Ja, ja. Dus op het moment dat de gastles is... ook een van de gastlessen in groep 6 wordt die bijvoorbeeld gegeven... dan gaat Hein mee en komen we in 2 uur... tot een kinderzittingsmiddag op de basisschool. Dus dan cabaret en grappen. Wat is een zitting? Ja, daar ga je al. Hij weet echt niks, hè? Maar dat maakt niet uit, want het is interessant. Want er zijn heel veel mensen die luisteren, die ook geen carnaval vieren. Ja. Die misschien interessant vinden. Een zitting is een... Ja, leg maar uit. Als er iemand gaat over zittingsavond, is het Hein wel. Want het is voorheen top zittingskandidaat bij ons in het dorp. Wat is een zitting, Hein? Prins Hein? Ja, zittingsavond bij ons in het dorp is in elk geval een bonte avond met allerlei... feestelijke optredens, een stuk humor, dans, zang. Cabaret eigenlijk ook. Cabaret, en sommige bij ons in het dorp in Beneden Leeuwen bij de Braaiers, dan noemen ze de pronkzitting. Ja. Dan heb je de jeugdpronkzitting, maar bij jullie zit de zitting, of je hebt ook herenzittingen. De boetenzitting heb je in Limburg, de buitengewone boertenzitting. Dan is het buiten, de buitenzitting, en dan gebeurt ook van alle liedjes en dat soort dingen. Het is wel grappig, want ik dacht altijd, Prins Carnaval, dat is lachen, want dan ben je een paar dagen ben je de koning van de stad, en dan heb je lekker feest, leuk baantje, even een paar dagen gas geven. Maar we waren een paar weken geleden in Tilburg met Vulgaire, en die jongens die zeiden, en die gozer, die nieuwe prins, die is dan elk weekend weg. Dus ik, elk weekend weg? Ja. Dit is echt, dit is gewoon een soort van extra baan heb jij, prins en minister. Ja. Dit is nu gewoon, je bent prins geworden... en dit is gewoon een taak die jij de komende weken... we hebben het over 86 dagen, maar je bent daar gewoon druk mee... en niet eventjes 's avonds een uurtje, maar dit is gewoon werken. Nee, klopt. In de aanloop naar carnaval toe... dan hebben we natuurlijk die zittingsavonden. Bij ons 2 weekenden, 4 avonden. We hebben nog een middag met onze harmonie... We hebben nog zittingsavonden, of in ieder geval een avond in het verpleeghuis, in het bejaardenhuis. We hebben nog een middag, de Zoki-middag, Zorgenkindmiddag. Van oudsher, maar voor mensen met een verstandelijke beperking. Ja, ga zo maar door. Zo. Ja. En dat is dus allemaal, hoort allemaal bij Prins zijn. En dan denken mensen, oké, ik ga het speels en mag je een pak aan. Dat dacht ik, ja. Ziet er leuk uit, lachen, even een paar dagen knallen. Maar er zit gewoon veel meer achter. Mooi, ja, man. Absoluut. Sterker, als je prins bent van een grote stad, moet je nog gewoon op geld meenemen. Ja. Ik weet niet hoe het in de is. Niet. Nee. Okay. Met geld. Kan je niet normaal, maar dat weet hij nog niet. In de top. Die rekening die krijgt hij nog. Ja. Nu lacht hij nog. Ja. En bij jullie gaan dus die scholen langs. En daar lesgeven over wat carnaval is. Eigenlijk zoals we nu aan Weiland doen. En dan uitgebreider. Ja. Jullie gaan jullie ook toeren? Als ik in Bosch een school heb of in Hilversum, kan ik jullie dan boeken? Nou, de Carnavals Academy? Nou ja, dat zal wat zijn. Er is recentelijk een stukje geschreven in het Eindhoven's Dagblad. En binnen no time over de Messenger was niet alleen Liedeke, maar ook nog een hele hoop andere carnavalsverenigingen die zeggen, joh, dat is hartstikke leuk, zou je ons eens een keer bij willen praten? En nu helaas in deze tijd, of met plexiglas, is dat online. Dus ik spread the word. Ik wil het graag naar anderen, want ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen weten wat het inhoudt, het carnavalsvieren. Ja. Daar waar ik vanuit echt serieus Wijnand aversie tegen carnaval. Maar ik heb nooit aversie gehad. Maar je dacht gewoon, ik ken het gewoon niet. Ik kom van boven de rivieren. Ja. Ik zag gewoon mijn vrienden met een American voetbalpak dan feesten en dronken worden. En ik dacht, dat is carnaval. Ja. Totdat ik Rob leerde kennen. En die begon de hele tijd van, de NPO te weinig aandacht. En ik denk, ja gozer, waarom zouden we aandacht besteden aan een beetje zuipen? Ja. En toen zei hij, nee, er zit veel meer achter. Dus ik leer het gewoon kennen. En dit vind ik wel bijster interessant. Ik stel nog, man. Ik denk dat ik het heel mooi zou vinden. Ja. Jij moet mee. Nou, we hebben voor jou nog een ander cadeautje bij. We hebben namelijk recentelijk, of een aantal jaar geleden, hebben we 44-jarig jubileum gehad. En daar zit een jubileumboek bij. Als je nou echt weetjes over het carnavalsvieren in bladeren wilt, en deze is dan speciaal voor jou voor de nitwit van carnaval, dan is deze. Dus ik ga hem even wat deze kant door. Voor de mensen die de radio luisteren. Oh, het is een boek. Waar de geschiedenis van het carnaval in Bladel staat. De Muggenzift, carnavalsvereniging Super vet. Van de Muggenzifters. Freek Bijnen, dankjewel. En Prins Hein de Nurster, mooie dagen gewenst. Super, dankjewel. Ik voel me helemaal vereerd. Wat zei je? Ik voel me helemaal vereerd. Partij voor de Vrijdag. En waar gaan we nu naar luisteren? Nieuwe muziek van een 17-jarige dame die gedumpt werd. In eerste instantie dacht, ach ja, ik laat mijn vriendje gaan, ik ga niks slechts over hem vertellen. Totdat hij dat deed. En zij dacht, ja, dikke middelvinger, dan maak ik er een liedje van. En dat liedje is ontploft. A, B, C, D, E, F, U, Gail. Fuck you, any mom, any sister, any job. Everybody but your dog. You can love, fuck off. Zo, lekker. Heerlijk, hè? Ja, dat is een goeie. Die gaat totaal viraal. Gail, A, B, C, D, E, F, U. Al van fuck you. Juist, voor haar vriendje. Er is toch maar weer zeker meer dan €40 bijgekomen trouwens. Op 3fm.nl/vandepartij. Mooi. Als je bij ons ook een keer de gast wilt zijn, net als Prins Hein de Nurste uit Bladel, dan moet je even een €5 achterlaten voor het Wilde Natuurfonds voor 3FM. Series Request, het Glazenhuis gaat door. De week voor kerst in Amersfoort. 3fm.nl/vandepartij. Daar kan meer geld bij. Het was hem alweer, maar zometeen naar Ramon met de Boom Boom Disco Show. Hey Ramon, Wijnand. Hey Robbie. Is die. Hey Robbie. Ramon, sorry. Ja, we gaan door met de cadeaus zo. Ja, Eén groot cadeau, de Boom Boom Disco Show. Ja, en de Sinterklaas weer natuurlijk. Dit eigenlijk zonder dat ik dat bedoelde. Ja, heel goed. Ja, heel kort gedicht wel. Nee, maakt niet uit. Zometeen de Boom Boom Disco Show, live vanuit België. Ik zou hem aanzetten tot 12 uur. Heerlijk in de mix met de Swedish House Mafia, Purple Disco Machine en a lot of more. Thank you, Raymond. Zoals de Belgen hier zeggen. Ja. Dag. Oh, man. Nou, invaltechnicus Patrick, dit ging allemaal gewoon van een lei... hoe zeg je dat? Leien dakje? Van een leien dakje, toch? Of niet? Of had jij nog enigszins... Patrick... Sorry. Had jij nog... Was het goed? Ging het goed? Ja, het ging lekker. Ja, moet je even bijkomen? Ja, even op adem komen wel, maar voor de rest... Oké. Nou, goed gedaan. Dankjewel. En cameraman Vince? Dankjewel. Wat ga je doen dit weekend? Ik? Ja. Ja, heel veel dingen, maar... Moet ik dat allemaal nu gaan... Nee, maar gewoon één dingetje of lieg iets. Pak er iets uit. Hou dat kort! Ik ga vissen of zo, doe iets. Wat? Ja, uitrusten, lekker! Uitrusten. Lekker uitrusten. God, wat een liefde. Ja, we moeten door ook, hè, natuurlijk. Ja, gewoon hou het even kort. Liedeke, dankjewel. Graag gedaan. Het is uitrusten met Vince. Wij dan morgen weer om 9 uur op de radio. En zoals wij zeggen, blijf luisteren, want het weekend is begonnen! Het wordt een mooie